Ja, een hele goede avond allemaal en welkom bij de allereerste livestream, of eigenlijk kerstlivestream van 2020. Oh jazeker, we zijn er weer jongens. Ja, het is toch leuk, het is toch leuk. We zitten een beetje vroeg in het jaar met de kerst, dat moet ik wel toegeven. Maar er is gestemd in de Discord server door jullie wanneer wij moesten beginnen met kerst. En ja, dat is deze week geworden jongens. Vanaf deze week gaan we dus echt beginnen met de kerstlivestreams tot eind dit jaar. Dus we gaan echt leuke livestreams ervan maken. We gaan leuke giveaways doen. En als je de Discord hebt gelezen vanmiddag, dan weet je hoe het gaat dit jaar met de giveaways. Dus alsjeblieft, let goed op in de Discord server. Want ik ga het niet in de titel zetten. Dus je moet geluk hebben of je dan een giveaway wint. Dat is eigenlijk het ding, jongens. Natuurlijk hou ik ervan om dingen beter en beter te kunnen doen. Dus ieder jaar weer een stapje hoger, weer een niveau hoger en weer nieuwe dingen toepassen. Ook dit jaar heb ik dat gedaan. We hebben dus al een best wel enige tijd en natuurlijk een nieuwe set van mijzelf. En ja, die kan ik natuurlijk niet vergeten als het gaat om kerstsferen, toch? Dus ook dat is gebeurd. Nog niet helemaal klaar, ben ik naar mijn mening, maar we zijn er al wel een tijdje. Zullen we lekker overgaan, jongens? Hebben jullie zin in de kerststreams? Oh ja, zeker chat! Welkom bij 2020 jongens, met de allereerste kerststream. Oh ja zeker, laten we gewoon lekker snel omswitchen in 3, en 2, en 1. Let's go! Goedenavond en leuk dat je erbij bent. En welkom in mijn kerststemming. Dus chat zit er een beetje voor, maar er staat een boom. Wacht, laat me dit checken. Kijk nou, ik heb gewoon lekker mijn kerstboompie. Ik heb weliswaar een kerstboom neergezet, chat. Hoe leuk is dat? Dat is toch vet? Is toch vet? Ik heb hier naast mij, zoals je kunt zien, een lekker kerstdorpje gebouwd. En of het een lekker kerstdorpje is. Ik had nog nooit een kerstdorpje en ik dacht, ik wil toch heel graag een kerstdorpje hebben. En jawel, hij staat er. Hij staat er, jongens. Hij staat er. Eerlijk. Vet, hè? Johan, hij is zo cool dit. Dankjewel, Gijs. Thanks. Ik heb een hekel aan kerst. Waarom kijk je dan? Als je een hekel hebt, get out. Als je niks aan kerst vindt. Maar hey, kerst is wel leuk jongens. Ik word zo blij van die muziek. En of ik ook verre. Ik ook. Ik vind het leuk. Ik hou van kerstdingetjes. En om het dan allemaal te kunnen aankleden vind ik super tof. Ik wil alleen bij mijn schermen nog wat aanpassen. Ik wil nog wat lampjes toevoegen. Slingers heb ik al een beetje voor de, ja, sier neergelegd. Ik wil nog wat van kerstballen doen ofzo. We kijken wel even wat we gaan doen. Ook wil ik nog meer lampjes toevoegen. Ik blijf een fan van lampjes. Het nadeel is alleen dat de kleuren blijven hangen, moderators. Laat me dit fixen. Ah, zo hoort het te zijn. Maar in ieder geval, het is toch vet. Lekker in de kerstdingetjes, joh. Zal ik even ondertussen ook muziekje starten? Nou, kan nog wel een keertje eigenlijk. Jawel. Kan wel. Nou, chat, eerlijk, we gaan gewoon lekker beginnen met de kerstlivestreams. Kerstdopen voor Efteling. Ik hou maar een kerstdopen. Nice. Het is je goed opgevallen, Freek. Klopt. Pagode. En ik heb repelsteeltje. Ezeltje strekje heb ik ook nog. En ik wil in de toekomst ook nog wel meer bijhalen. Ik ben best wel een fanaat van Efteling. Vind het super leuk park. Dus dit soort huisjes vind ik echt, echt leuk om te hebben. Het kost ongelooflijk veel geld. Maar het is wel leuk. En heel vet. En ik zou natuurlijk mezelf als HD niet zijn. Want het leuke is, ik kan het wel even aan jullie showen. Vaak heb je met kerstversiering dat alles lekker met batterijen is en gedoe. Je moet alles aan en uitzetten. Iedere dag maar weer. Nou, ik zelf heb daar niet zo heel veel zin in als ik eerlijk ben. Dus ik ga naar mijn Philips Hue app. Stop, druk ondertussen andere knop in. Even kijken. En dan is het gewoon één knop en wop. Alle kerstversiering is uit. Kijk. En dan zetten we het gewoon weer aan met de telefoon. Hoppatee. Ik weet niet, ik hou van dit soort snufjes jongens. I don't know, ik wil het gewoon graag vertellen. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik ben geen gozertje die alles met handjes wil doen. En batterijtje hier, batterijtje daar. Geef mij alsjeblieft Philips Hue. Ik sluit alles op elkaar aan. Heel vet, heel vet. Komt er dat er op YouTube meer mensen zijn? Hm?
Wat is het, Dennis? Nou ja, goedenavond jongens. Ik zie Freek voorbij komen. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Dan hebben wij Diana, ook jij in de goedenavond nog. Leuk dat je erbij bent. Welkom. Seppo, ook jij in de goedenavond. Welkom. Timo, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Luc, ook jij in de goedenavond. Welkom. Lars, goedenavond. Michael, ook jij een hele goede avond. Welkom bij de livestream. Rowan, goedenavond, welkom. Dan hebben we LM Farming. Een hele goede avond, leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Sverre, ook jij een hele goede avond. Arctic zie ik. Ik zie veel nieuwe mensen trouwens. Goedenavond, leuk dat je erbij zijn. Luc Wals, ook jij een hele goede avond. Welkom bij deze livestream. Verre, hele goede avond jongen. Kamikaze piloot, hey, goedenavond. Ja, Drift in ATS 2, dat is gaaf. Je moet een sterke motor hebben en ook nog één as achter. Nou, ik weet niet echt of we gaan driften, misschien wel. We kunnen wel gaan glijden, want in Grandetopia gaan we lekker door de sneeuw. En dat is een gebied waar we dus echt daadwerkelijk gaan glijden. En vooral als we naar beneden gaan rijden met die truck, met een zware lading, dat gaat niet altijd goed. Dus we gaan heel voorzichtig rijden. Maar het gaat wel leuk worden. Het gaat wel leuk worden. Het geluid loopt iets achter. Is dat zo? Gaat met jou alleen. Het gaat redelijk. Steeds aan de medicatie, maar ja, hey, ik wil toch graag streamen. Loopt het geluid niet goed? Ze deden, wordt zo leuk. En of Gijs, en of, hey Geert, goedenavond jongen, leuk dat je erbij bent, welkom. Loopt het geluid? Wauw, ik ga checken. Nou, bij mij loopt het gewoon synchroon. Gewoon perfect. Koudie setup, dankjewel Diaan. Thanks man, thanks. Ik heb, serieus, ja, ik kan het erbij pakken, maar... Fuck it, ik pak het wel. Wacht. Oké. Kijk. Dit. Ik heb dus dit ding. Het is gewoon zo'n slinger. Dat ken je vast wel. Dat is gewoon zo'n... Ja, gewoon een slinger die je gewoon ergens op kunt hangen. Je kunt hem neerleggen. Weet ik veel wat je ermee doet. Die heb ik dus nog aangeschaft. En ik ga nog meer dingen van Kes kopen. En die wil ik hier zo denk ik bij mijn schermpjes monteren. Met ballen, lichtjes... Allemaal tieletijntjes erop en eraan. We moeten even kijken hoe ik dat moet fixen. Dus dat kreeg ik nog niet voor elkaar. Ik denk dat ik daar mijn monitor set op stand ga vastmaken of zo. Ik check het allemaal nog wel hoe ik dat ga doen. Maar ik denk dat het wel leuk gaat worden. Ik weet niet. Ik hou van kerstdingen. De slinger misschien boven je softbox hangen, de games. Ja, kan. Alleen aan de ene kant ook weer niet. En waarom kan dat niet? Mijn bureau kan omhoog en omlaag. Dus als ik wil gaan staan... Dan kan dat niet, want dan hangt die slinger in de weg. Want al mijn lampen, alles wat op mijn bureau staat, dat gaat natuurlijk in de bloedgang omhoog. Dus dat wordt lastig. Allee, heb jij al verschijnselen van COVID gehad? Nee, die heb ik niet. Nee. Even afkloppen nog. Nee, maar ik heb ze niet. Ik draag gewoon lekker over een mondkapje. Moet jullie ook doen, chat. Gewoon, draag een mondkapje buiten. Ga je naar buiten, draag een mondkapje. Mijn advies. Doe het gewoon. Maar nee, ik heb geen verschijnselen inderdaad. Dingen aan het plafond hangen. Ja, kan ook. Maar ik zat eerder te denken onder de schermen. Gewoon dat je ziet het op de setup cam, dat je dit gedeelte hebt als het ware. Waar je dan die slinger hangt. Met lampjes en balletjes en slingers, weet ik veel. Ik denk dat dat wel leuk is. Ik moet mondkapje op school. Kan ik begrijpen, Tilo? Kan ik begrijpen, ja. Ik heb echt een hekel aan mondkapjes. Dat kan. Maar toch, mijn advies, draag hem. Hey Thijs, goedenavond, leuk dat je erbij bent. Thomas, ook jij een hele goede avond. Welkom, it's your boy Stijn. Ook jij een hele goede avond, leuk dat je erbij bent, jongen. Welkom, man. Pardon. Pam, pam. Hoe is het nu met NL Trucker? Ik heb geen idee. Ik hoor niks, dus het zal goed zijn, denk ik. Lijkt me van wel. Hey Ruben, goedenavond, jongen, leuk dat je erbij bent. Ga je morgen live? Ja, dat is wel de planning, ja. En zondag waarschijnlijk ook. Yep. Ik wilde al eerder deze week live, voelde me niet daarentegen heel optimaal en gezond om te kunnen livestreamen, dus helaas ook niet doorgegaan. Maar we gaan later deze week wel vaker live, ja. Of in ieder geval meer live, dat is wel de bedoeling. Kerstmis achter op je stoel op je hoofdsteen. Hey, dat is een top idee man, eerlijk. Dankjewel Bertuwe Gamer, thanks. Dat is een idee, dat kan ik wel even fixen, ja. Oh, was ik hier maar eerder op gekomen. Thanks, dat is een goeie. Dankjewel man. Gezondheid gaat voor AD Games. Ja, dat sowieso, dankjewel. AD Games, AD is het nog geen kerst en de Klaas moet nog komen, beginnen.
Klopt, maar ik had een poll gemaakt in de Discord server en gevraagd aan jullie wanneer wij moesten beginnen met de cash livestreams. En het grootste aantal stemde vanaf de 16e, vanaf 16-11, dus deze week. En vandaar, hier zitten we dan met de cash livestreams. Lekker in de kerstweertjes toch? Het is toch gewoon heerlijk. Het is toch gewoon heerlijk, chat. Ik weet niet, ik hou van kerst. Ik vind het leuk, gewoon altijd bij elkaar gezellig, leuke dingen doen. Desnoods dat je met je gezin, familie, vrienden loodjes gaat trekken. Al weet ik niet of dat heel handig is dit jaar. Maar je snapt in ieder geval wat ik bedoel, toch? Ja. Ik draag nu ook al 3 maanden katoenen mondmaskers. En het bevalt me echt. Lekker bezig, Tibor. Ik heb zo'n mondkap die uit kan wassen, ja. Dat is ook wel fijn. Dat is ook wel fijn. Wat? Dat meen je niet. Donatie. Ba-da-da-da-dam. Scania Natorf 8 heeft 30 bits gedoneerd. Lekker kerstsfeertje hier. Goedenavond allemaal, zag de tumben. Heel al dikke keuster Scania, zin in. En of? En ik hoorde vandaag ook nog dat er een nieuwe terug gaat komen bij PDT. Dus hé, die wil ik ook. Maar dankjewel Scania Natorf 8. Thanks voor je 30 bits donatie. En hij zegt lekker kerstsfeertje hier. Thanks, wordt zeker gewaardeerd. Goedenavond allemaal, zag de thumbnail al. Dikke keuze Scania, zin in. Lekker bezig Scania. Thanks, gewoon even wat extra hype en wat liefde in de chat voor Scania Turf 8, jongens. Dankjewel. En thanks voor je 30 bits. Dankjewel man, thanks. Ja, ja. Ik ben echt blij dat het kerst is. Ja, misschien wil ik met mijn kleuren nog wat uithalen ofzo. Kijk, kerst is volgens mij toch wel een beetje zo'n rood-groene kleur, lijkt me, toch? Dus misschien dat ik nog wat elementen kan toevoegen daaraan. Ja, ik denk dat dat wel leuk is. Je ziet helaas ook niet de piek van de kerstboom. Dat is ook wel jammer. Er zit in ieder geval een leuke piek op, jongens. Heb je een webshop? Nee, die heb ik niet. Nee. Ik ga kerstbomen verkopen. Nee. Laten we dat niet doen. Zou je eens een serie willen starten? Zoals je nu de video's dan, maar... Maar dan meer samenhangend. Wat bedoel je, Robbe? En wat voor serie heb je dan in gedachten? Ik denk eens misschien uitgebreken kerst maken voor moderators. En dan je een fles krijgt met rood en groen. Nou, nu vertel je wat. Ja, dat is een idee. Ik sta altijd open voor ideeën, jongens. En dat geldt hetzelfde voor al ben je een moderator, kijker. Ben je nieuw hier? Vind ik allemaal leuk. Heb je een idee? Laat het alsjeblieft weten. Ik hou ervan, jongens. Ik luister graag naar jullie mening of wat dan ook. We hebben in de Discord server een aantal kanalen waarin je dingetjes kunt achterlaten met leuke ideeën die je hebt. Of toevoegingen of wat dan ook. Let me know, zou ik zeggen. Ik zal eens even kijken voor de moderators of ik die optie kan toevoegen. Even kijken, want Flash is de settings. 031, haha. Laat me dit even fixen dan, de moderators. Even kijken, Flash, kerst. En dan is rood en groen wel leuk, denk ik, hè? Dat is vaak wel de kleuren van kerst, toch? Lijkt me wel. 03. En dan deze op 1. Oké, als het goed is, pas ik hem wel even aan, trouwens. Kijk, uitroepteken kerst zei iemand dat we dat moesten doen. Zo. Dus speel ik de muziek even opnieuw af. Ik heb voor de rest nog heel weinig kerstmuziek, jongens. Ik had al een heel internet zitten rondspeuren naar leuke muziek. Hey, nee, hoe gaat het? Met mij wel redelijk ook weer. Hoe gaat het met jou? Leuk dat je erbij bent. En welkom bij deze livestream. Welkom. Welkom, jongen. Drugspotter Amsterdam. Hey, goedenavond, jongen. En welkom bij deze stream. Ik vind het leuk dat jullie allemaal bij zijn, jongens. Even kijken. Uitroepteken. Haha. Laat me even checken, moderators. Ik denk dat het goed is. Kan ik even een testje uitvoeren? Even kijken hoor, deze. Scènes. Test. Ja. Misschien. Moet die sneller? I don't know. Misschien wel, wacht. Kan ik er niet 2 van maken? Nee, dat kan niet. Au. Pardon.
Zo. Ondertussen ben ik met mijn lampen bezig, jongens. We gaan zo direct wel beginnen. We gaan lekker deze avond Euro Truck Simulator 2 livestreamen. Dat doen we in Grand Utopia. We gaan eerst nog de stad in. Later eindigen we nog in de sneeuw. Dus we gaan een stukje glijden, uiteraard. Dat zal sowieso voorbij komen. En we gaan gewoon met een dikke truck rijden. Lekkere Scania Coasters. Heerlijk. Top truck, jongen. Top truck. Even kijken. General. Cooldowns. No. Even aan het zoeken, joh. Birds. Scenes. Nee. Moderators, kunnen jullie uitgebreken kerst doen? Is dat een ding voor jullie? Wacht, add reaction. Kerst. Ja, maak er maar gewoon kerst van. Als het goed is, moderators, kunnen jullie het nu doen als het goed is. Als het goed is, werkt het. Suggestie dat je uitroepteken CMD's of uitroepteken help kan doen en dat alle CMD's kan doen. Wat bedoel je daarmee, een drijfgamer? Is hij van Platinum Design truck? Yep, deze truck wel, jongens. Ja, deze truck wel. Ja, uiteraard. Ik denk eens, misschien kan je een sticker maken voor de subs op Twitch met... Oh ja, zeker. Dan met de HD-kleuren. Nou, Gijs, dat wil ik al zo lang. Alleen, ik weet niet hoe ik het Oh ja, zeker logo of iets in de trend moet maken of tekenen. Ik heb geen idee. Oh ja, zeker is een ding. Alleen, ik weet niet wat een leuke emoticon ervoor is. Of wat getekend moet worden. Ik heb geen idee. Als je suggesties hebt, laat het me weten. Dat mag altijd. HD die in een lamp blijft hangen. Als het goed is, kunnen moderators dat fixen met uitroepteken snow. Alleen de moderators kunnen dat. Echt leuk die lampjes. Thanks man. Wordt zeker gewaardeerd. Welkom bij HD Games. Yeah. Maar de kerstkleuren werken wel, toch? Ja, is rood-groen leuk? We kunnen het altijd nog aanpassen. Alleen het hangt wel vast, toch? Oh, dit werkt zo top. Dit werkt zo top. Daar ging je, Jesse. Jammer, jongen. Jammer. Pardon, pardon. Ik bedoel dat je dan alle commands kan zien? Ah, op die manier. Ja, juist. Ja, dat kan ik misschien wel fixen. Maar ja, voor de kijkers, als je zelf een kleur wil aanpassen, uitroepteken kleur of uitroepteken kleuren, beide kunnen. En dan krijg je in ieder geval een lijstje met de aantal comments die jullie kunnen gebruiken voor het aanpassen van de kleuren. Oh, pardon. Dan zal de moderator af en toe uitroepteken snow willen doen om de kleurtjes te resetten. Zou nice zijn. Lekker bezig, Jochem. Nice, man. Je kan ook een sticker voor Twitch maken met Oh ja, zeker de hypotheker. Nah, vind ik niet helemaal klinken. Nee, helaas. Welkom. Sorry. Bij HD Games. Pam pam. Bye. Even kijken, Maarten en Junior Misman. Beide, dankjewel voor de follow-up Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En jullie beiden, welkom bij AD Games, dankjewel. Thanks. We gaan zo beginnen, jongens. Nee, wanneer multiplayer? Weet ik niet. Het staat nog niet op de planning als ik eerlijk ben. Hey Tigo, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Welkom. Ik bedoel dat je dan met dezelfde truck meerdere video's rijdt. Eigenlijk zoals nu de video's, maar dan meerdere video's met dezelfde truck. Het is eigenlijk al wat ik heb. Dat is eigenlijk al Tregion serie en Promod serie. De series zijn er, alleen na voortgang. Wie weet, het komt ooit. Ik ga niks zeggen. Maar dat zijn in ieder geval wel de twee series die ik heb. Ja. Pardon. Hey Dijbasje, goedenavond jongen, leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Er staat een time-out op, jongens. Dus als je een kleur hebt,
Dan moet je net geluk hebben dat de time-out er vanaf is, zeg maar. Dus eigenlijk wanneer niemand het verwacht, moet je eigenlijk je kleur doen. Want dan heb je sowieso je kleur te pakken. Anders staat er een time-out op van... Wat was het ook alweer? Een minuut of zo? Iets in de trend. Waarom ben ik zo onscherp op deze camera? Oh. Oké, wat zijn mijn... Oh, hij staat best zo. Oh. Nou, blijven weer de kleurtjes hangen, chat. Dit is zo top. Moderators, als jullie dat alsjeblieft willen doen. Dus NL Gamer, Dennis, Florian zag voorbij komen. Als jullie de uitgebreken snel willen doen, dat zou ik zeker waarderen. Dus als je andere kleuren ziet, graag. Dankjewel. Ja, jullie kiezen weer rood? Nee. Top. Chat, ik ga gewoon de game opstarten, anders duurt het veel te lang. We gaan lekker Eurotruck in, jongens. We gaan de game in. En niet alleen dat, ik heb trouwens ook nog wel een klein nieuwtje te melden. Vorige stream, even kijken, was dat vorige stream? Nee, de stream daar weer voor. Hadden we nieuws verteld over ATS, American Truck Simulator, nieuwe truck in de game. En toen had ik al een gokje gewaagd met welke truck het zou worden. Nou, toevallig is er vandaag een blogpost online gekomen. En wat denk je? Het is de truck geworden die ik al dacht. Oh ja, zeker. Mocht je dat nou willen checken, check de stream van... wat is het? Begin vorige week? Ja, check die stream zou ik zeggen. Er komt in ieder geval een nieuwe truck in ATS, jongens. Wie weet dit jaar nog die Iveco of de Ford truck een Eurotruck. Wie weet. Wie weet. Zou wel vet zijn. Ik wil ook wel alleen de kleuren beren, hoor. Ja, dat is alleen voor moderators. Kijk, kijkers kunnen allerlei kleurtjes kiezen die ervoor mogelijk zijn. Maar om iets te resetten of een apart politieding te gebruiken of een flash of wat dan ook. Dat is alleen voor de moderators geschikt. Kan je game gaan spelen? Ja, jongens, we gaan beginnen. Rustig. We gaan beginnen. Komt goed. Komt goed. Ja. Dankjewel, bellen. Thanks. Ja, we gaan de game opstarten, jongens. Een momentje. Ik zal even nog wat muziekjes erbij pakken voor jullie. Ik denk niet dat we de hele stream kerstmuziek zullen draaien. Dat gaan we niet doen, denk ik. Maar het is in ieder geval wel leuk. En we gaan even kijken wat we voor de rest van december zullen doen. Want... Natuurlijk komt kerst er zelf ook aan. Ik weet niet of ik met kerst ga livestreamen. Dat is iets wat ik nog niet zeker weet. Dat zal je allemaal later nog wel horen. Het kan zijn, ligt eraan hoe ik me voel, dat er dit jaar, eind dit jaar, nog een 12 uur stream op de planning staat. Ook dat kom ik pas later op terug. Het zou zomaar kunnen dat we eind dit jaar gaan afsluiten met 12 uur, zoals we dat ook vorig jaar deden. Het zou heel erg vet zijn. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Jojo Cam heeft een beetje delay van 1 seconde. Hey Dr. Light, welkom bij Logitech, man. Koop gewoon een professionele camera. Top, die werken altijd. En leuk dat je erbij bent. Als je op YouTube en Twitch kijkt, zie je dat Twitch veel betere kwaliteit heeft. Ja, maar dat heeft te maken dat Twitch maar maximaal 6000 bitrate aan kan. En ik stream op 6000 en YouTube kan zelfs 9 of 10.000, wat ik altijd deed. Maar dat gaat helaas niet met Twitch. Kun je muziek aanvragen? Nee, dat is helaas niet mogelijk. Nope. Nee, dat is helaas niet mogelijk. Het is zeker een leuk idee, alleen je zit met copyright gedoe en dergelijke. Dus dat gaat hem echt niet worden. Sorry. Gaat hem niet worden, jongens. Tenzij je een nummertje hebt die ik ook heb. Eventueel van cool. Epidemic, dat kan wel. Mensen even kijken. Ik heb junior en maart al gehad. Perfect. Geen idee. Even kijken. Grand Utopia, jongens. We gaan lekker Grand Utopia rijden. Even checken of alle mods er nog in staan. Uiteraard staan die er nog in. Lekker Ronnie keuzes, jongens. En of. We gaan het spel inladen. We gaan beginnen, jongens. Hey Degens, is misschien een idee als je een emoticon maakt met het woordje berm erin.
Ja, is misschien wel een idee. Moet alleen even kijken hoe en wat. Kijk, er bestaat wel een truc met een plaatje inderdaad. Ja, wie weet. Misschien pas ik ooit wel emoticons aan. Ik ben niet zo heel goed daarin. Ik moet ook even een keer naar iemand toe gaan ofzo die dat wel kan. Ik wil misschien foto's maken van dikke triggers. Oké. We zeggen, maak het. Laat je niet tegenhouden, sowieso. Dat sowieso niet. Oké, jongens, ik ga de game erbij pakken. Het is mooi geweest, toch? Even kijken. Hier. Oké. We gaan lekker de game in. Wop. Kijk nou eens aan, jongens. Lekker Ronnie Keusters. En of. Dikke truck. En of. Nee, ik ben ook Euro Truck Simulator 2 aan het spelen. En de baan is glas. Vooral als je op 90 rijdt. Oké, lekker bezig. Dan lekker bezig. Yo, nee, guys, mag ik meedoen met ETS2? Nu heb ik het wel. Dit is singleplayer, dus helaas is het niet dat mensen mee kunnen doen. Dat kan alleen in multiplayer. En dit is singleplayer, dus dat gaat hem helaas niet worden. Sorry, man. Een dikke Scania en of Scania Turf 8. Yep, en of. Mijn ETS2 staat installeren. Lekker bezig, Thibau. Lekker bezig. Ja. Kijk nou eens even wat een lekkere truck dan. De interrupties staan nog aan zelfs. Ja, heel vet. Heel vet. Ik vind het echt een machtig mooi ding, jongens. Vandaag kwam er dan weer een nieuwe van PDT als foto online. En die zag ook wel leuk uit. Nou, in ieder geval, elke truck heeft altijd een mooi geluidje. En ook deze heeft dat. Dus we gaan weer lekker klapperen deze stream, jongens. En of, we gaan weer lekker klapperen. Zo genieten geblazen altijd. Zal ik eens even om me heen vliegen? Ik kan even een kijkje nemen hoe en wat. Voor de rest, ik vind hem zo vet eruit zien. Ik zal even de lampen aanzetten. Heel gaaf. Het nadeel is dan wel vaak met dit soort trucks van PDT. De hoorns zijn dan wel standaard. En dat heeft te maken omdat toen 1.38 uitkwam. Of 1.37. En toen waren er nog niet echt hoorn sounds. Dus vandaar. Ja, ik vind hem heel vet. Ik ga weer Grand Utopia downloaden. Nee, lekker bezig, Thibau. Ja, Grand Utopia is wel een leuke map. Ik ben benieuwd wanneer de nieuwe update online zou komen voor 1.39. Als die online is gekomen, dan gaan we die ze uiteraard livestreamen. Zeker weten. En nee, hoe heet je Instagram? Uitgespreken Insta of uitgespreken Instagram? Krijg je een linkje, jongen. Heel gaaf. Heel gaaf. Voor de mensen die graag LZV willen zien, ik zou zeggen, check de vorige stream, jongens. Daarin hebben we lekker LZV gereden. Ik zou zeggen, check de stream. Hoe kan jij Grand Utopia spelen, AD? Als je alle map DLC's hebt, dan kun je Grand Utopia sowieso gratis downloaden op de website My Goodness uit mijn hoofd. En dan kan je in ieder geval gewoon Grand Utopia spelen. Het is gewoon voor iedereen gratis. Alleen je moet wel alle mappen of alle landendeels die ze hebben, zeg maar. Als je die niet hebt en je mist er dan eentje, dan kan je het helaas niet spelen. Nou, wat ik al zei, we gaan deze stream in de stad beginnen. Daar zijn we dus ook. En we zullen later in ieder geval door de sneeuw gaan. Dat is dit gehele gebied. En ik kan je vertellen, het zijn moeilijke wegen. We hebben dit al een keer in de stream meegemaakt namelijk. En toen liep dat niet heel goed af, want toen gingen we eigenlijk van boven de berg een stukje naar beneden. En dat zonder gas te geven. Dus dat ging niet zo heel denderend. We gaan kijken hoe het deze stream gaat in ieder geval. Laten we even kijken of we een vrachtje mee kunnen nemen vanuit Ergeskov. En of we richting de sneeuw kunnen gaan bonjouren. Dat zou wel erg nice zijn. En ik heb hier al eentje. Laten we die gewoon meenemen. 20 kilometer. Perfect met varkensvlees. 18 ton. Nou, inladen maar zou ik zeggen. Gaan we, jongens. Uiteraard kunnen we lekker wat raampjes open. We hebben het interieur daarentegen nog. We hebben natuurlijk interieurverlichting. Super dik. En ik vind het wel leuk dat hij dit allemaal zo mooi heeft aangekleed, joh. Ik vind het een mooi interieur. Yep.
misschien een beetje te veel rood. Maar ja, de truck is nou eenmaal rood. Dus het past er aan de ene kant wel heel goed bij. Het past er wel goed bij. En daar hou ik wel van. Daar hou ik wel van. Laten we eerst de handrem eraf halen. Anders komen we niet zo heel ver, denk ik. Ja, dan is het tijd om te rijden, jongens. We gaan onze eerste vracht even ophalen. Tenzij we nu al ergens tegenaan rijden, of niet? Dus ik wel... Oh, ik zit nergens tegenaan. Dat was een stoeprandje. Ja. Nou, let's go. Ondertussen raken we nog een stoeprand. Top. Oh, thanks, Ting. Hoppadam. Oh, dat piept ook lekker, joh. Oh. De gas erop en of. En of. Dikke deze plunge. Wel veel. Maar deze kant hebben? Ja, op zich wel. Jawel. Het past er wel goed bij, hoor. Het past er zeker goed bij. Die kastjes bovenin. Ja, misschien had het met de kastjes wel een verschil mogen zijn. Maar dat is echt wel te veel misschien. Dan net zo'n randje eromheen. Dat je echt het verschil ervan ziet of zo. Had misschien wel geinig geweest. Maar ik vind het er wel goed bij passen. Ik vind het er wel goed bij passen. Even kijken, hoe noemt de site van Grenztopia? Mygoodness.com is volgens mij uit mijn hoofd de website. Daar kan je het downloaden. En mocht je dat niet kunnen vinden, dan kan je altijd Grenztopia ETS2 intikken. En dan kom je meteen tegen. Hij staat dan gelijk bovenaan in je Google. Je drukt erop en je downloadt gewoon geheel gratis de map. Let er wel op, je hebt alle map DLC's nodig, jongens. Mocht je er nou echt eentje missen, dan kan je de map helaas niet spelen. Helaas. Dat geldt hetzelfde voor het region. Moet je volume harder zetten? Oh, ik dacht dat tegen mij altijd een gamer. Top. Zal ik eens even bij mij kijken hoe mijn volume staat? Nu we dan toch aan het kijken zijn. Ah, mag misschien wel een stukje harder. Mocht het klein dat toch wel te hard staan of toch te zacht staan, laat het me weten. Dan kan ik het altijd voor je aanpassen. No farmers, no food. Klopt. No truckers, no food. Klopt ook. Ja, klopt. Alles hangt van elkaar af, jongens. Hoe heet de map? Grenztopia. Het is Grenztopia, jongens. Ik vind het echt een... Echt, ik weet niet, ik blijf het vaak zeggen, maar ik blijf het een mooie map vinden. Mocht je nou zelf ook heel graag een Eurotruckmap hebben met krappe straten, download alsjeblieft Grenztopia. Ik zou het echt aanraden, jongens. Mocht je al een map DLC's hebben, download Grenztopia. En je hebt hele mooie gebieden. Je hebt... Leuke bedrijfjes die zelf gemaakt zijn. Hele krappe straatjes. Je hebt een sneeuwgebied. Wat heb je nog meer? Je hebt gigantische bruggen in de map. Je hebt zelfs eilanden. Ja, dat maakt het wel leuk. Dat maakt het wel leuk. Dus ik zou het jullie sowieso aanraden, jongens. En dan heb je zelf een hele dikke truck. Dan past dat wel goed bij, toch? Lekker dikke truck in een krap straatje. Oh, jazeker. Dat past wel lekker. Kan je Grenztopia ook nog op 1x37? Ja hoor, dat kan. Ja, Grenztopia kan je voor alle versies downloaden. Volgens mij vanaf versie 1... Wat zal het zijn? Misschien maar 1.34. En dan tot 1.38 nu. 1.39 is nog geen versie voor. Ik weet ook niet of deze versie werkt op 1.39. Dat durf ik je niet te zeggen. Maar er komt in ieder geval wel een update daar. Want de persoon die de map maakt is best wel snel. En er komen heel vaak gigantische plaatsen bij. Dus dat is wel erg top. Kan het niet vinden op internet. Nou, als je het echt niet kunt vinden op internet. Wel zou weten, help je uiteraard erg graag. Maak een ticket aan in de Discord server. Vraag eventjes van, hey jongens, ik kan Grenztopia niet downloaden of vinden. Kan je me helpen? Dan sturen wij jou een linkje waar je de map kunt downloaden. Dus mocht je het niet kunnen vinden. Maak een ticket aan in de Discord server, jongens. We helpen erg graag in ieder geval. Ja, de map is Grenztopia inderdaad en de truck is betaald. Ja, de truck is van PDT, jongens. En die is wel betaald, klopt. Ja, nee, kan je de truck van buiten laten zien? En hoe is het ermee? Met mij gaat het wel redelijk. Dit is in ieder geval de truck, jongen. Eerlijk, hij is wel heel erg tof, toch? Ik vind hem wel heel erg gaaf. Ja, heel vet. Heel vet. Zullen we even een raampje open doen? Ja, dat klinkt wel lekker, hè? Gewoon lekker door het bos heen zo. Heerlijk. Ja, dat klinkt wel.
Voor alle mensen die trouwens nieuw zijn bij AD Games. Ik zou het enorm waarderen als je abonneert op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik super tof vinden. En volg mij nog steeds niet op Twitch. Druk dan alsjeblieft op de follow. Ook dat zou ik super waarderen. En niet alleen dat, je komt ook nog in beeld. En als je dan toch bezig bent. Ja, we vragen meer van je. Kom even lekker de Discord in. We hebben bijna 1000 mensen in de Discord server. Super tof. We hebben voor kerst ook hele speciale kanalen ontwikkeld voor jullie in de Discord server. Dus kom er alsjeblieft bij, jongens. Dat is super leuk. Uitroepteken Discord of uitroepteken Twitch of YouTube. Dan krijg je in ieder geval een linkje. En kom er lekker bij, jongens. Zou ik super tof vinden. Uiteraard. Bestaat dit gebied in het echt dan? Dat is een goede vraag eigenlijk. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat Grand Utopia 1-op-1 is. Dus je ziet hier rechts onderin dat we 6 kilometer moeten rijden in 10 minuten. Dat houdt dus in dat we daadwerkelijk 10 minuten moeten rijden. Dus Grand Utopia is daarentegen echt 1-op-1 precies zoals het is. Als schaal zijnde. Dus als daar 10 minuten staat, dan rij je 10 minuten. Staat er 30 minuten, dan rij je 30 minuten. Dus dat is wel heel erg gaaf natuurlijk. Hoeveel pk heeft het druk? Gaat dat niet voorop? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, ik durf het je niet te zeggen. Nee, dat durf ik je niet te zeggen, Sjoerd. Het zou zomaar 730 kunnen zijn, maar het zou ook zomaar 500 kunnen zijn of zoiets in de richting. I don't know. Hey Tessa, leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Welkom. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Bam, bam. Mattie heeft geresubt voor 2 maanden. Ja, top man. Dankjewel. Welkom. Thanks. Bij HD Games. Oeh, lekker krap hier zo. Lekker krap, jongens. Welkom. Bij HD Games. Eens even kijken, Mio Matti, dankjewel voor je tweede maand resub, jongen. Dankjewel, wordt zeker gewaardeerd. Thanks. Thanks voor je resub, jongen. Ik ben gewoon sprakeloos geworden eigenlijk. Maar dankjewel, thanks. Volgens mij heb je Twitch Prime als ik dat zo zie. Dankjewel, man, wordt zeker gewaardeerd. Oh, nee. Welkom bij HD Games. Niet weer, hè. Niet weer, hè. Mattie geeft een sub aan Bad Slipper 11. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Oh. Oh. Oké. Okay. Nieuwe Mattie geeft een sub aan Daibasje. Er worden hier zoveel mensen blij gemaakt Nieuwe alweer. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Mattie geeft een sub aan Damnieves. Jemig. En er komen er nog meer, hè, Jet. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Maar dan, bam, bam, bam. Mio Mattie geeft een sub aan Voetbal 28. Oh. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Miumatti geeft een sub aan Tilo liggend streep in Gamesy. Wat een support weer. Wat een support. Alweer. Alweer. We zijn trouwens verkeerd gereden, chat. Gaat cool. Goed. Gaat goed.
Maar goed, voordat we verder gaan rijden wil ik sowieso Mio Mattie bedanken voor de 5 subgifts, jongen. Holy moly, dankjewel, wordt zeker gewaardeerd. Even kijken, Mio Mattie geeft een subje aan Badslipper11, aan Dij Basje, aan Demi Vijs, als ik goed uitspreek, aan Voetbal28 en aan Tilo Games JT. Wat een support, Mio Mattie. Dankjewel, wordt zeker gewaardeerd. Thanks voor je 5 gift subs. Holy moly, gozer. Dankjewel. Welcome. Thanks. Hoe kan ik je bedanken? Dankjewel. Wat een supporter van Mio Mattie. Vorige stream was het ook al raak met een aantal subgifts. Ook met Forza B Games destijds. Holy moly. Dit is gewoon gekhuis. Dit is gewoon weer gekhuis. Jongens, gooi alsjeblieft wat extra liefde en wat hype in de chat voor Mio Mattie, jongens. Dat zou die enorm waarderen, alsjeblieft. Gooi wat extra liefde en wat hype in de chat. Dankjewel. Dan hebben we ook nog eens eventjes kijken. Clan, Master en Gianni. Dankjewel allemaal voor het abonneren en voor de follows op Twitch. Thanks. En welkom bij AD Games. Dankjewel. Dankjewel. En of. Thanks, Mio Mattie. Holy moly, gozer. Holy moly. We zijn nog maar net bezig, hè? We zijn nog maar net bezig. Oké. Oké. Bij jou 3 monitors? Ja, klopt. Wat heb jij, Justin? Heb je er minder of heb je er ook 3? Kan ook natuurlijk, hè? Ja, en of en nog game. Vorige stream ook al, hè? En nu weer. En nu weer. Wat een support altijd. Wat een support. Hey Christian, leuk dat je erbij bent. En welkom bij deze livestream. Yo, hoe is het? Met mij redelijk. Hoe gaat het met jou, jongen? Welkom bij deze stream. Even kijken. Moet ik rijden vanuit je PC? Wat? Rijden vanuit mijn PC? Wat bedoel je, Thibau? V8, jongen. En of? Willen jullie V8, jongens? Wacht, eigenlijk moet ik het dan zo doen. Wacht. Ik weet het wel. Deze, dat wist ik wel. Hij springt even door de heuvels heen, joh. Jemig. Een jump even door de bossen heen, joh. Ja, ik was net eventjes verkeerd gereden, jongens. Ik sta daarbij dat stoplicht en ik zit te kijken en ik van wacht eens even. Iets klopte niet. En jawel, we waren gewoon letterlijk het bedrijf voorbij gereden. We waren zo bezig. We waren zo bezig met allerlei andere dingen. We reden gewoon voorbij. We reden gewoon voorbij. En of. Van waar is deze truck? Platinum Design Truck, jongens. Daar kan je de truck kopen. Ik moet echt een samenwerking met die gozer fixen. Ik benoem hem te vaak. Ik wil gratis trucks. Maar de truck is betaald, jongens. De ene truck... het verschilt per truck. Kijk, voor de ene truck vraagt hij 20 euro en voor de andere 50 euro. Het ligt er maar net aan. Het ligt er maar net aan wat je wil hebben. Is het een tandem? Is het dit soort truck? Is het alleen een truck zonder trailer? Dat kan natuurlijk ook. Dus het ligt er maar net aan wat je wil hebben. Yo, is goed hoor. Dat is goed hoor, kamikaze piloot. Eens eventjes kijken. We gaan hier even de vracht inladen, jongens. En dan gaan we richting de sneeuw in ieder geval. We gaan eens even kijken hoe het met de glijder gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. En ik kan je vertellen, de bergen zijn echt gigantisch mooi in Grand Utopia. Dat was de ene laatste update die we gehad hebben in deze map. Erg tof was dat. Dus die gaan we ook uiteraard weer checken, deze stream. Even kijken. Varkensvlees 18 ton. Ja, die gaan we meenemen. Laat maar lekker in. Hoezo moet ik moderator worden? Ik vraag het aan de moderator. Wat? Dan moet je moderator worden? Nou, je hoeft het nooit te worden. Ah, we mogen daar parkeren. Kijk, dat is een mooi plekje. Dat is een mooi plekje, jongens. Even lekker raampje open. Zo. Volgers achteruit, bonjour. Lekker in één keer. En of? Zo. Dan er een beetje scheef in. Maakt op zich niet uit. We laten in ieder geval wel de vracht in. En we gaan door naar de sneeuw, jongens. We gaan de sneeuw even verkennen.
Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe deze truck zal afgaan. Gaan we heel snel glijden of juist niet? Ik betwijfel het. We zullen het zien. Hoe heet je op TikTok? Ik heb geen TikTok. Ik heb serieus waar geen TikTok. Ik weet niet. Ik denk dat TikTok niet voor mij geschikt is. Ik moet eigenlijk wat meer foto's op Instagram plaatsen dan TikTok aanmaken, denk ik. HD sneeuwkettingen meenemen. Dat is wel een idee eigenlijk, hè. Helaas heb ik ze niet bij me. Dus dat is dan wel weer jammer. Nee, maar ik heb geen TikTok, jongens. Dat heb ik niet. Wie weet ooit. Welkom bij HD Games. Bye, da, da, da. Even kijken, Slamnik24, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal, super tof, dankjewel daarvoor, wordt zeker gewaardeerd, en ook jij. En welkom bij HD Games, dankjewel man, thanks. Stel je voor, HD op TikTok, zo, gelijk wegveken van scherm. Hahaha, ja, top. Nee, ik heb geen TikTok, jongens. Noep. Ik weet ook niet, het is niks voor mij, denk ik, joh. Ik kan het beter aan de andere mensen overlaten die het wel heel goed kunnen. Laat hun lekker TikTok doen. Laat mij maar gewoon even lekker livestreamen, joh. Of video's maken. Vind ik veel leuker. Oh jee, maar bonjour, even mijn volgers hier doorheen. Hallé, ga maar kijken naar... Huh? Wat? Wacht, ik heb te veel hobbels hier. Hallé, ga meer kijken naar Manai streams. Oké, okay. Lekker bezig. Thanks. Ja, denk eens, vergeet niet als je in de bergen bent en je ziet in de buurt van de sneeuw, vergeet dan geen pingwings mee te doen voor het HD-team. Hey, dat is een idee inderdaad. Pingwings in het HD-team, kan er altijd bij. Klopt. Kijk, het is net zo'n bende, weet je wel. Nou ja, in de zin van een hele aantal moderators. Ja, ja. Resub is voor Twitch, dat is niet voor YouTube. Doen jullie aan TikTok, jongens? Hebben jullie echt een TikTok-account waarbij je dagelijks of één keer per week iets opzet? Hebben jullie TikTok voor de rest? HD en dansen? Nou, laten we dat lekker niet doen. Nee. Wanneer weer Farming Simulator? Zo snel mogelijk. De planning staat volgende week. We willen natuurlijk wel onze boerderij voortzetten. Ik heb al achter de schermen al wat progressie gemaakt. In de zin van gras. Dus we hebben de kuil al achter het scherm bijgevuld. Waardoor we in de streams minder hoeven te maaien. Waardoor we ook dus andere dingen kunnen doen in de livestream. Maar de planning is volgende week weer Farming 19. Ja, staat zeker op de planning. Farming komt gewoon... Eigenlijk wil ik het wel één keer per week even doen. Gewoon even die livestream serie opbouwen. Ik denk dat dat wel leuk is. Even kijken, ik heb TikTok, maar ik post niks. Oh, dat kan ook. Dat kan ook, oké. Okay. Moet ik een ETS 2 map mod aanmaken? Of de map mods? Nou ja, als je Eurotruck hebt opgestart, dan maakt hij zelf al een mapje mods erbij. En als hij dat nog niet heeft gedaan, dan kan je dat eventueel zelf doen. Dan voeg je gewoon een mapje erin toe, genaamd mod. En dan kan je daar je mods in zetten. Dus of je doet het zelf of Eurotruck doet het voor je. Het is maar net wat je fijn vindt. Het kan beide. Wat bedoel je eigenlijk bij HD regels? Je mag geen reclame maken, ook niet van derde partijen. Wat betekent derde partijen? Goeie vraag. Dus dat je reclame maakt voor andere... Ja, moet dat zeggen. Stel je bent in de Discord server en je doet zelf... Aan TikTok. Je doet zelf aan TikTok. En je gaat dan reclame maken voor andere TikTokkers. Snap je wat ik bedoel? Dat is dan reclame maken voor derde partijen. Dus dat is uiteraard niet de bedoeling. Reclame maken in het algemeen voor jezelf of voor anderen. Moet je niet doen. Een moderator duikt meteen op je dak. Dus ik zou het niet aanraden, jongens. Echt niet. Dat is een beetje wat we daarmee bedoelen. Of geen reclame maken voor andere YouTube kanalen en dat soort dingen. Ik hoop dat je vraag nu in ieder geval beter is beantwoord. Welkom bij HD Games. Bye dan. Bye. En het is zo fijn van deze story. Je kan gewoon lekker doorrijden. Gewoon lekker doorrijden. Hey Dylan, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd.
En ook jij welkom bij HD Games, dankjewel. Thanks. Mijn Redditopia is weer mooi gedownload. Lekker bezig, jongen. Redditopia valt op zich wel mee met de grootte. Promos is veel groter. Ja, dat sowieso. Al vind ik Redditopia echt een hele leuke map, hoor. Dus mocht je het zelf ook nog niet gespeeld hebben, kijk wel even na, zou ik zeggen. Het is echt een leuke map, jongens. Het is zeker een leuke map. Welkom bij HD Games. En een speculooskoekje, wat? En slagroom? Jullie willen wel heel veel maken, jongens. thanks voor de follow, Lof HD. Thanks, wordt zeker gewaardeerd. Oh, de truck heeft het er moeite mee, hoor, om omhoog te komen. Hij heeft er moeite mee. Ik had me dat het geen aparte horn sound is. Maar oké. Hey Florian, als je erbij bent, welkom. Hey Frank en Mank, goedenavond jongen. Welkom bij deze livestream. Waarom rijdt deze truck zo traag? Rijd door. We rijden op een snelweg. Ik hoop dat interieurverlichting in Euro Truck Simulator 2 komt. Oh, cool. Zou wel leuk zijn. Job, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof. Dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij welkom bij HD Games. Dankjewel man. Thanks. Nee, maar dat zou wel een leuke toevoeging zijn. Dat je interieurverlichting mod hebt. Of een interieurpack wat ze nu al hebben in Euro Truck. En dat die geüpdate wordt met interieurverlichting. Zou wel nice zijn. Ik weet alleen niet of ze het ooit gaan toevoegen in Euro Truck. Zou wel echt tof zijn. Dat wel. Zeker weten. Kijk, dit soort trucks hebben dat uiteraard gewoon. Die hebben al gewoon dat interieurverlichting. Maar dat is ook weer een mod natuurlijk. Vaak krijg ik dan ook nog wel eens de vraag van... dat interieurverlichting, hoe doe je dat? Welke mod is dat? Het ding is met dat interieurverlichting... is dat het standaard in de truck zit. Dit zijn standalone trucks. Dus dat houdt in dat het gewoon daadwerkelijk één mod is. En niet 10 mods om deze truck te kunnen maken. Dat is het verschil met dat soort mods. Ik ben nieuw op je kanaal, echt een leuk kanaal. Dankjewel man, thanks Alton. Leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Dankjewel. Is je map al te downloaden? Nee, die is helaas niet te downloaden. Nee. Die gaat voorlopig niet online komen. Nee, er zit zoveel werk in mijn map. Ik heb hele speciale bedrijven gemaakt met putten. Ik ben nu bezig om mijn eigen bedrijf te bouwen. Super tof natuurlijk. Ik ben bezig met snelwegen, woonwijken. Ja, dat blijft echt wel privé. Dat blijft gewoon privé. Nee, want dan weet ik zeker dat het binnen een dag staat het overal te downloaden. En dat wil ik niet. Dat wil ik gewoon niet. Hey Stijn, leuk dat je erbij bent. En welkom bij deze livestream. Oeh, wel op de baan blijven, AD. Nee, ik hou mijn mapje nog wel privé, jongens. We gaan er zeker nog wel in streamen, dat sowieso. Welkom bij HD Games. Dylan, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal, man. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij HD Games. Dankjewel, thanks. Je verdient veel meer abonnees? Ik krijg dat vaker te horen, ja. Dankjewel, man. Thanks voor je support. Dankjewel. Dit interieur niet in de sizzle pack? Weet ik eigenlijk niet. Dat zou zomaar eens kunnen. Ik heb die pack eigenlijk nog nooit echt gebruikt. Ik heb hem misschien 1 of 2 keer ooit gebruikt. Maar voor de rest, nee, ik gebruik het niet. Het zou kunnen hoor. Misschien dat de moderator het weet en die je dan verder kan helpen. Ik zelf zou het niet weten. Wanneer nog eens 12 uur livestream? Als ik me echt goed voel, wil ik eind dit jaar nog een 12 uur stream droppen, jongens. Maar dan moet ik me echt goed voelen. Anders gaan we dat uiteraard niet doen. Ik vind je kanaal leuk. Thanks Raal. Leuk dat je erbij bent en welkom bij AD Games. Dankjewel man, thanks. Wijnen, wat? Laten we dat niet doen onder het verkeer. Dat gaat niet zo goed jongens. Alcohol en in het verkeer. Of, doe niet. Blijf er vanaf.
Wat we wel doen is een baantje opschrijven. Anders nemen we de afslag en dat wil ik ook niet. Ik heb dat namelijk, er zit VGM licht in. Oké, dus dat zit in een sizzle pack. Oké, top. Hey, leuk feitje over sizzle. Wist je dat het een medewerker was van SCS Software? Nou, weet je dat ook weer. Leuk feitje. Misschien doe je er wat mee, misschien niet. Vond het wel even leuk om te melden. Hoe is het met jou, Day? Met mij gaat het redelijk, Stijn. Hoe gaat het met jou, jongen? Leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Even kijken, wij moeten volgens mij een baantje opschuiven. Dus laten we dat dan ook meteen doen. Zo. Even kijken, als je een sub hebt, link je YouTube kanaal dan ook even met de Discord, want dan heb je extra functies. Niet helemaal. Helaas werkt dat niet vanuit... wacht. Waar moet ik heen? Moet ik wel naar rechts? Oké, ik moet wel naar rechts. Ik wilde bijna de verkeerde afslag nemen. Dat is alleen bij Twitch. Als je op Twitch sub wordt, dan heb je in de Discord server extra voordelen. En als je zelf YouTube lid bent op mijn YouTube kanaal, dan zoek ik je vaak op en dan krijg je van mij de YouTube rol toegediend in de Discord server. En dan heb je ook wel extra functies, ja. Maar dat is alleen voor de mensen die lid zijn op mijn YouTube kanaal en sub zijn op Twitch. Die hebben dan toegang tot een aantal extra kanalen. Zeker weten. Zeker weten. Alleen gewoon aan de kant gaan. 3,5 litertjes wegtikken en door. Is niet aan te raden, denk ik. Doe het niet, jongens. Nou, op zich mag het wel, hè. Kijk, als je hem gewoon aan de kant zet en je rijdt niet meer verder, prima. Maar ga daarna niet doorrijden. Nou, denk ik, hoef nou vast. Lekker bezig. Op welke dagen stream je? Dat verschilt eigenlijk. Ik heb nooit echt vaste dagen met livestreamen. Maar wat je wel kunt doen is in de Discord server joinen en daar het kanaal in de gaten houden. Met wanneer we live gaan. Bij HD Games. Pam pam. Ba-da-da-dum. Welkom bij HD Games. Oh, drempeltje. Perfect nemen. Ja, die is perfect. Even kijken. Finario, dankjewel voor de follow op Twitch. En dan hebben we nog Amber. Dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof beide. Dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En jullie beiden dus ook welkom bij AD Games. Dankjewel. Thanks. Nee, het beste wat je kunt doen in Discord is gewoon YouTube Twitch meldingen in de gaten houden. Dan weet je precies wanneer je live gaat. Wanneer er andere aankondigingen plaatsvinden van een video bijvoorbeeld. Dat kan allemaal in Discord checken. Dus mocht je nou echt willen weten welke dagen ik livestream of welke dagen een video online komt, dan moet je dat kanaal vooral in de gaten houden. En het leuke is ook, als je nou nieuw bent in de Discord server, check alsjeblieft welkomstkanaal, jongens. Je moet je daar verifiëren. Als je dat doet, dan krijg je namelijk heel veel andere kanalen erbij. Dat is super leuk. Ik zou zeggen, check dat sowieso. YouTube loopt erg achter met de stream. Dan raad ik je Twitch aan, ja. Als je sneller wilt bekoekeloeren, check Twitch, zou ik zeggen. Zeg maar Finn in plaats van Finario. Oké, dat is goed. Cool. Bij HD Games. Bye, da, da, Jari, dankjewel voor de follow op Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij AD Games. Dankjewel, man. Thanks. Wordt zeker gewaardeerd. Hey Game King, leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Ik wil even hier rechts kijken, jongens. Sorry, ik word even afgeleid, maar ik wil toch even dit mapstukje ontdekken. We rijden hier zo vaak voorbij, maar nog nooit verkend. Geen zorgen hoor, we gaan echt wel naar de sneeuw toe, jongens. Zo. Nou, we hebben dit in ieder geval weer verkend. Kunnen we door. Joe, late boerderij. Doe, doe, doe.
Verifiëren is ook veel veiliger. Klopt. Ja, tenminste onze Discord server is zo ingericht dat je vrij weinig kattenkwaad uit kunt halen. We proberen ons altijd heel goed in te dekken, ja. En het verifiëren is daarentegen ook nog wel een leuk systeem. Waarom? Mocht je nou niet geverifieerd zijn, dan zie je de belangrijkste AD Games kanalen. Dus dat houdt in de meldingen van YouTube en Twitch, de regels in de Discord server, de social media kanalen van mijzelf en nog een kanaal, dacht ik. En mocht je nou geverifieerd zijn in de Discord server, dan krijg je dus een hele hoop kanalen erbij. En het leuke is ook nog, des te vaker jij actiever bent in de Discord server, des te meer XP jij kunt verdienen. En als jij dan op een gegeven moment heel veel XP verdiend hebt, ga je een level hoger. En met die levels die je hoger gaat, krijg je weer extra kanalen bij. Dus kan je weer extra dingen in de Discord server. We proberen er gewoon een leuk spelletje van te maken voor jullie. Dat er altijd wat leuks te doen is in de Discord server. Altijd. Yo, later Frank. Leuk dat je erbij was, jongen. Wel cool. Geniet van je dag. HD Games. Fishy, dankjewel voor de follow op Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij AD Games. Dankjewel, man. Thanks. Wordt zeker gewaardeerd. Dankjewel. Oh, bochten. Welkom. We hebben een bochtje. Marijn, dankjewel voor de follow op Twitch. Super tof. Dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij. Welkom bij AD Games. Dankjewel, man. Thanks. Dat is goed, toch, Finn? En Truk heeft er wel moeite mee, trouwens. Jemige. Kom op, Scania. Dat kan je makkelijk. Kom op. Doe het! Kijk, makkelijk. Er was een betonblok gevallen op de snelweg op een auto en die mevrouw was direct... Oeh, ja, top. Het is een beetje naar. Een mooie wagen, dat sowieso. En of het een mooie wagen is, uiteraard. Uiteraard. De Pater, hey, goedenavond. Leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Nou, dan gaan we, jongens. We gaan eventjes de bergen in. Wat gaan we doen? Let's go. Bodem voor vrachtwagens. Oké. Eigenlijk had ik dit even eerder moeten doen met het geluid. Hij heeft er wel moeite mee, hoor. Hij heeft er wel moeite mee. Maar het lukt hem wel. Het lukt hem wel. Oké. Ja, lekker bezig. Trek hem omhoog, Scania. Je kunt het. Juist. Kun je dit stukje nog herinneren, jongens? Waarbij we iets te hard gingen hier in deze bocht. En wat er toen gebeurde? Ja, dat liep niet zo heel goed dan. Nee, dat liep niet zo heel goed. Dus laten we eventjes lekker bijremmen hier en daar. Dat we zo direct beneden liggen. We moeten wel naar beneden, maar niet zo snel. Niet zo snel. Wat galmt dit heerlijk? Een V8 door de tune? En of. En of. Ik hou er ook zo erg van. Zit er geen motorrem op dit ding? Wat? Er zit serieus geen motorrem op dit ding, joh. Ik dacht, die rem even lekker met de motorrem af, weet je wel. Oh ja, nu doet hij het wel. Net niet. Oh ja. Oké.
Nou goed, we zijn er in ieder geval bijna. Er komt nog wel even wat verkeer aan daar zo te zien. Daar komt gelukkig niks aan. Dus dan kunnen we na deze Renault hier zo. Yep, duik er maar achteraan. Let's go! HDGames fan, dankjewel voor het abonneren op YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd dan jij. Welkom bij HDGames, dankjewel. Thanks. Even kijken, hoe heb jij dat witte in je cabine? Welkom bij HDGames. Pardon. Eens even kijken, Justerino. Dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd, dank jij. En welkom bij HDGames, dankjewel man. Thanks. Oké, we moeten eerst even kijken waar we moeten zijn. Even goed afremmen hier zo. Stond hier nog een auto, zag ik inderdaad. Nou, wacht je nou of niet? Oké, ik ga wel naar je. Eens even kijken, dan moeten wij recht voor ons zijn. Dat lijkt het wel op. Maar waar gaan die auto's dan heen? Wacht, waar moeten we nou zijn? Oh, we moeten pas aan de andere kant van het plaatje zijn. Ik dacht hier al, joh. Als we laatst ga je live, we moeten even bekijken. Welkom bij HD Games. Zo. En dan moeten we nu aan de rechterkant zijn. Oké. Robin, dankjewel voor het abonneren op YouTube kanaal. Super tof, dankjewel. Daarvoor wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij The Games. Dankjewel, man. Thanks. Goed, we gaan even onze truck mooi parkeren uiteraard. Er kwam nog een vraag voorbij. HD Games, die had het net over de levels omhoog gaan in Discord. Zou je daar misschien een video over kunnen maken op YouTube? Want het zou wel handig zijn voor de kijkers dat iedereen weet hoe die moet levelen. Maar je bent echt een top YouTuber. Dus ga ze door, man. Dankjewel, Marijn. Wordt zeker gewaardeerd. Alleen weet ik niet of we daar echt een video van moeten maken. Want het is vrij simpel. Als je gewoon actief bent in de Discord server, dan verdien je XP. Kijk, als je gaat spammen, bijvoorbeeld, dan werkt het niet. De bot blokkeert je dan meteen en je verdient niks. Maar als je gewoon lekker af en toe wat typt, dan krijg je lekker XP. Zo. Dus als jij gewoon lekker actief blijft in de Discord server, dan komen de levels echt wel vanzelf. Welkom bij HD Games. Pam pam. Zo. Goed, ik wil natuurlijk naar de sneeuw toe, dus we moeten dan wel even een goede route uitzoeken. En de sneeuw zit in dit gebied, jongens. Dus dat houdt in als we... Ja, we kunnen op zich wel daarheen rijden. Alhoewel, ja, dat is eigenlijk gewoon een goed idee, toch? Of we kunnen misschien verder het gebied in. Nee, het enige wat we tegen kunnen komen is deze. Medische apparatuur 5 ton nemen we gelijk mee. En vanuit daar zullen we de sneeuw in gaan. Dus dat wordt een leuke route in ieder geval. Goed naar Lisette en... Kijk, als ik het goed uitspreek. Welkom en Game On. Bij HD Games. Dankjewel in ieder geval alle drie voor het abonneren op het YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd aan jullie alle drie. En welkom bij HD Games, dankjewel. Ik vind die nieuwe dealer zo vet in Euro Truck, hè. Ik vind dat zo vet gedaan van Euro Truck. Eigenlijk SCS software, heel nice, heel nice. Game on, goedenavond jongen, leuk dat je erbij bent, welkom. HD Games nog bedankt voor de truck en dus ik ben er super blij mee. Er staan al zeker wat kilometers op. Lekker bezig, kamikaze piloot. Graag gedaan, jongen. Graag gedaan. Ik hou maar mijn woord. Als ik je zeg dat je een truck krijgt, krijg je een truck. En of, geniet ervan, zou ik zeggen. Maak er lekker wat kilometers mee. Ja, HD Games, is er een linkje voor de truck waar je hem vandaan hebt? Ik ben op zoek naar de nieuwe trucks die ik kan gebruiken voor Metis 2. Ik heb niet een linkje voor je, maar je kan hem wel vinden op Facebook. Mocht je nou echt een linkje zelf willen hebben, dan raad ik aan een ticket aan te maken in de Discord server. En een moderator van het HD-team, die zal je helpen en zal je een linkje toesturen. Dan hoef je ook niet te zoeken. Dus als ik je advies mag geven, maak een ticket aan in de Discord server. Mijn team helpt je verder in ieder geval.
En dan hoef je niet te zoeken, dus dat scheelt ook nog. Maar let er wel op, Raam, het zijn betaalde trucks. Het is niet dat je dit soort trucks gratis kunt downloaden. 9 van de 10 trucks die je op mijn YouTube kanaal zien of op Twitch, zijn allemaal betaald. Allemaal. Hey, weet jij wat ik bij PDT heb gezien? Een truck van Robert van der Linden. Ik ook. Ik zag hem. Klopt. Heel vet. Heel vet. Hey Johan. Dan hebben we mee te kijken, joh. Nee, ik kwam hem inderdaad tegen kanaal. Heel vet. Heel vet. Binnenkort met een nieuwe P-visser. Dat is een idee. Ja, ik heb er al volgens mij wel een stream van gemaakt. Weet ik niet heel zeker meer. Al wel gedaan, dacht ik. Ja. Nee, gaat leuk worden, jongens. We gaan veel doen. Er wordt zo vaak aan me gevraagd. Hey, kan je dit gebruiken? Kan je dat gebruiken? Ik wil alles gebruiken, jongens. Maar ik heb wel de tijd nodig. En er zijn zo belachelijk veel trucks. Het zijn er zoveel. Alles goed dat deed met mij wel, Paul. Hoe gaat het met jou, jongen? Leuk dat je erbij bent. Welkom. We weer 3000 balken na anderhalve stream. Lekker bezig, kamikaze piloot. Lekker, man. Nice. Nice. Lekker, man. Hoe lang blijven coronavirus er nog voor? Ik hoop dat in december voor... Wat? Wat bedoel je? Adé, wat doe je in real life voor werk? Daar hebben we een uitroep tegen privacy voor gemaakt. Welkom bij HD Games. Dat verschilt per truck, Sander. De ene kost 30 euro, de andere kost 50 euro. Dat verschilt wat je wilt kopen. Het ligt eraan hoe groot de truck ook is. Otje Gaming, dankjewel voor de follow-up Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd dan ook jij. Welkom bij AD Games. Dankjewel, man. Thanks. Thanks voor je follow. Hey Dennis, lekker bezig. Ik zie op Twitch dat je 35,1k balk hebt. Lekker bezig, je hebt al veel streams gekeken. Kanan heeft er 15,3k. Lekker bezig. Nijrolof, 17.766. Oeh, we rijden voorbij. Jemig, dat zijn er veel, jongens. Dat zijn er veel. Welkom bij HD Games. Rijden nog verkeerd ook, jongens. TXM Gaming, dankjewel voor je follow op Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd met jij. Welkom bij HD Games. Dankjewel, thanks. Dankjewel, man. Ja, inderdaad, jongens. Zit je nog niet in de Discord-server? Kom er alsjeblieft bij. We hebben bijna 1000 leden in de Discord-server. Uitroepteken Discord, je krijgt een linkje. En join hem, zou ik zeggen. We hebben met het hele AD-team leuke questkanalen voor jullie ontwikkeld. Dus kom er lekker bij, zou ik zeggen. We proberen altijd zoveel... Tenminste, vele leuke dingen te maken voor jullie in de Discord-server. En niet alleen Discord, uiteraard op Twitch en YouTube ook. Kom maar lekker bij, jongens. Bam, bam, bam. Hallo Arnie. Oké, hallo. Goed bezig, mooi om te zien. Dankjewel, word zeker voor dit. Kan je de trucks eens van buiten laten zien? Tuurlijk, Sander, uiteraard. Ja, het is een leuk ding, toch? Het is een leuk ding. Welkom bij HD Games. Oeh, afremmen. Ja, Gamon3, dankjewel voor je follow op Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd dan jij. Welkom bij HD Games, dankjewel man. Thanks. Niks aan, mooi. Ja, Platinum Design truck, jongens. Daar kun je dit soort trucks vinden. Hoe krijg je die motor? Zit standaard in de truck. Zit standaard in. Heeft de trailer meesturende assen? Volgens mij wel. De achterste as, dacht ik. Of wel, betwijfel ik. Nou, volgens mij wel. Volgens mij wel. Volgens mij wel, jongens. Volgens mij de achterste is een stuurras, dacht ik. Welkom bij HD Games. Panda, dankjewel voor het abonneren op YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd en ook jij. En welkom bij HD Games, dankjewel. Thanks. Nou jongens, we zijn er bijna. We gaan zo direct de sneeuw in. Het is
is nu nog 9 minuten rijden voor onze eindbestemming. En dan gaan we richting de sneeuw, jongens. We gaan eens even kijken hoe ver we kunnen gaan glijden. Het zal wel vet zijn, hé. Welkom bij HDA Games. Oh, tunneltje. Let's go. Ik hou er zo van met dit soort tunneltjes, jongens. Ik vind het geweldig. Laten we even afremmen en weer gas geven. Eerlijk, dat klinkt wel lekker, hè? Dat klinkt wel lekker. En of, ik hou van tunnels en Eurotruck, jongens. Het is gewoon geweldig. Zodra we altijd een tunnel zien, je weet wat er gebeurt. Ramen gaan omlaag. Al is het maar zo'n klein tunneltje, dan moeten die ramen omlaag. Je kunt het ook nog even genieten, toch? Zotte Aap en Jay Huisman, dankjewel voor de follow op Twitch en het abonneren op mijn YouTube-kanaal. Wordt zeker gewaardeerd. Jullie allebei, welkom bij DGM's. Dankjewel. Thanks, jongens. HDA Games, de support van deze stream is weer geweldig. Het is echt gegund, maat. Dankjewel, WennoGamer. Leuk dat je erbij bent. Dankjewel. Thanks voor het modereren. Het is altijd een insane support van jullie chat. En daar ben ik jullie zo dankbaar voor. Elke keer maar weer. Het is elke stream weer raak. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Het is gewoon niet bij te houden, eigenlijk. Yep. Het mooiste zou zijn als we dit jaar ook de 4000 abonnees kunnen aantikken op YouTube. En naar verwachting lukt dat ook vrij makkelijk. Dan zijn we gewoon echt met 3000 plus abonnees dit jaar gestegen. Dat is bizar. Dat is bizar. Kijk, in het begin gaat het altijd moeizaam. Het is gewoon, je moet die abonneetjes per stuk binnensprokkelen. Maar ik ben jullie dankbaar, jongens. Sowieso. Ik vind het leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En leuk dat jullie de support altijd weer laten weten. En of. En dat geldt ook voor de Discord mensen. Ook daar zie ik heel veel van jullie voorbij komen. Super tof om te zien. Misschien zijn er een aantal kijkers die het nog wel weten. Voor deze stream zat ik toevallig nog in Discord. Een openbaar call. Dus ja, zit je nog niet in de Discord server? Join de Discord, jongens. Uitroepteken Discord. Je krijgt een linkje. En kom maar lekker bij, zou ik zeggen. En wie weet tref je me aan in de openbaar call. Dat kan zomaar gebeuren. Dat kan zomaar gebeuren. Kan je truc laten zien? Uiteraard. Ja, het is een mooie truck. Het is zeker een mooie truck. Ja, daar was ik bij AD Games. Lekker bezig, Gijs. Leuk, man. Ja, ook bedankt voor de geweldige streams AD Games. Dankjewel, Kanan. Ik vind het leuk dat jij erbij bent. Thanks. Wordt zeker gewaardeerd. Ja, cool man. Ja, en of. Het zijn mooie trucks toch, of niet? Eerlijk, ik vind het ook wel heel vet. HD Games, ik ga verder doen met mod aanvraag. Daar zit nu op de helft. Oh, lekker bezig, Tibo. Nice. Kan je altijd aanmelden als moderator, uiteraard. Dat kan altijd. Ik vind het leuk dat ik erbij ben, HD. Oh, dankjewel. Ik ben weer terug. Hoeveel rit heb je al gedaan? Dit is de tweede. Dit is de tweede. We gaan zo direct de sneeuw in, jongens. Het is nu nog 5 minuten rijden. En dan zijn we er. En dan gaan we zeg maar de berg in. Dan wordt het spannend. Ja. En ik kan je vertellen, we gaan langs hele mooie plaatsen rijden. Je moet het gewoon zien. Het is echt heel vet, jongens. Het is heel vet. Hoi, in welk land rij je? Dit is Frankrijk. Dit is Frankrijk, jongens. Heerlijk dat geluid in de tunnels en op Centuri. En of... Ja, ik kan er ook wel van genieten, hoor. Ik kan er ook echt wel van genieten.
Hey Edwin, leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. De binnenkant ook sick, yep. Ja, vooral de kastjes bovenin, weet je wel, het bed zo. Ja, heel vet, heel vet. Even kijken, moeten we de tweede rechts nemen. Even kijken, zit het clipteam al klaar voor straks? Want de PC's gaan tijd slaan van het aantal clips van de day. Hoppatee. Ja, ik denk dat naar boven komen wordt al lastig. Maar als we dadelijk naar beneden gaan, ik denk dat dat het ergste gaat worden. Want je hoeft maar één keer een misstap te maken en je glijdt gegarandeerd van de berg af. Dat is het ding. Dus of jullie krijgen straks duizenden clips onderhand, of je krijgt er maar 5. Ja, wie weet. Ik ben benieuwd. We zullen het zien. We zullen het zien, jongens. Hey Frank, leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Nee, dat weet ik ook dan. Geen zorgen. Geen zorgen. Ik val je niet aan. Lees je dit? En of ik dat lees? Welkom, Donker. Welkom bij deze stream. Ik probeer altijd zoveel mogelijk voor te lezen. Hoe koop je de truck en zet je het dan in je Eurotruck? Aangezien dat er best wel wat moeilijke vragen is om helemaal uit te kunnen leggen aan je, raad ik je aan om een ticket aan te maken in de Discord server. En een moderator zal je in ieder geval verder helpen met je vraag. Dus ik zou zeggen, ga de Discord server in. Of je zit er al in, maak een ticket aan. Vraag daar je vraag nog een keer. En mijn team zal je verder helpen. Je wordt uiteraard verder geholpen. Ik ben er al de hele tijd, maar nu zag je pas, want ik kijk ook op Twitch. Dat klopt inderdaad, Frank. Ik weet het. Leuk dat je erbij bent, jongen. Nou jongens, we zijn er bijna. 3 minuten nog. En dan gaan we. Dan gaan we. De stream is altijd positief. Dat is wel wat ik graag wil inderdaad, Nathan. Ja, uiteraard. Uiteraard. Je kan wel in een negatieve vijf hangen, maar ja, daar kom je niet ver mee, hè. Daar kom je niet ver mee. Allee, wat is een droomvrachtwagen? Mijn eigen vrachtwagen. Ja. Ik wil een eigen vrachtwagen. Nee, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik heb daar niet echt over nagedacht. Ik kijk, qua trucks en Eurotruck vind ik Scania, Volvo en DAF heel erg vet. Maar het is niet dat ik zeg van, nou, ik vind dat merk toch wel echt de beste, hoor. Nee, dat heb ik niet zozeer. Nee. Is dit ProMods? Nee, dit is een Grand Utopia. Grand Utopia, jongens. Het is weer net even anders. Oké, gaan we dan. Bochie. Ja, dit lukt makkelijk, joh. Hoppatee. Er is het gewoon voor gemaakt, joh. Makkelijk. Gaan we hier weer links af. Even kijken waar de weg zit precies. Ah, die zit gewoon hier. Ik dacht dat we even tussen de gebouwen door moesten. We willen natuurlijk niet die fietsen voor zijn dingen rijden, joh. Heerlijk, dit soort straatjes. Ja, ik hou er ook zeker van, ook en dan. Ja, zeker weten. Zeker weten. Oké, deze moeten we even iets ruimer nemen. Anders nemen we dat paaltje mee. En het gaat perfect. Nice, laten we even kijken of we lekker achteruit kunnen parkeren. Helaas niet, maar we gaan hem wel eventjes mooi parkeren, jongens. Ondertussen wordt hier een flash geactiveerd, volgens mij. Zigzaggend door de trailers heen. Zo. Weet iemand wanneer de nieuwe update in Truckers & Pay komt? Dat is volgens mij, zover ik weet nog niet duidelijk. Welkom bij HD Games. Oké, jongens, eens even kijken. Ik ben bang dat we geen vrachtjes hebben. En dat dacht ik al. Geen vrachtjes richting de sneeuw. Wat we dan wel gaan doen, is dat we het zelf gaan instellen. Kijk, we willen natuurlijk de mooie berg ontmoeten. Dus
ik zet de route erop en let's go. Ja, of zal ik gewoon helemaal de route bovenin zetten? Dat is misschien ook nog wel een idee. Ja, dat is ook nog wel een idee. Wil je het spannendste gedeelte in de sneeuw of niet? Neem aan van wel, hè? Ja, oké. Ja, we doen het wel, joh. Waarom kan ik hier geen GPS-ding zetten? Dit nou weer. Ik kan hem wel hier zetten, maar hier niet. Oh, wauw. Klein foutje, denk ik. Nou goed, we gaan in ieder geval richting de sneeuw, jongens. Je zag het al hier en daar wat kronkelwegen, dus het gaat heel krap worden. Bij HD Games. Frank en Fishing Team, dankjewel beide voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor, wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij AD Games, dankjewel man. Of ja, beide eigenlijk, welkom bij AD Games. Thanks jongens. Nou, let's go, gaan we dan. Het is 35 minuten rijden. Dan zijn we niet helemaal bij de top, dus hou er even rekening mee dat we... 3 kwartier tot 1 uur echt wel onderweg zullen zijn. Ja, dus dat houdt in ieder geval in voor de mensen die dan afvroegen. Tot de laatste ga je live. We gaan minimaal nog wel 1 uur live. Want de route is zo lang. Ja. We gaan het meemaken, jongens. Misschien kunnen we een soort van... iets met stemmen doen of zo. Ja, dat is misschien wel leuk. Dat is misschien wel leuk, denk ik. Automaatje? Ja, hij is automaat. En ga je ook nog terugrijden daarmee? Ik denk voor een deel wel, maar dan weet ik niet precies tot waar dan. Ik heb de map net gedownload, ga het morgen testen. Lekker bezig. Nice. Ben benieuwd hoe het gaat in de sneeuw. Nou, doe maar niet in de game. Nee, doe maar niet. Nee. Ik kom er later op terug. Ik denk dat stemmen misschien even uitgesteld moet worden. Welkom bij HD Games. DJ GamerNL20, dankjewel voor het abonneren wil ik zeggen. Dankjewel voor de follow op Twitch. Super tof, dankjewel. Daarvoor wordt zeker gewaardeerd. En ook jij welkom bij HD Games. Dankjewel man. Thanks. En hey, goedenavond. Ik moet helaas weer weg, maar ik heb heel erg genoten van de stream. Houdoe. Hey, fijne avond Marijn. Ik vond het leuk dat je erbij was. Ik zou zeggen, ik wens je nog een fijne avond verder. En graag tot de volgende keer. Even kijken. Robert, hey, goede avond. Leuk dat je erbij bent. Welkom. Wat is de max snelheid in deze truck? Ik heb het nog nooit geprobeerd. En ik ben ook niet echt bepaald van plan om dat te proberen als ik eerlijk ben. Pam, pam, pam. Yep, daar zat de moderator op je dak. Lekker man. Emilia, goedenavond jongen, dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Welkom. Bij HD Games. Ja, nog een keer ook gewoon. Ja, later zegt hij ook. Een gozer ook gewoon. Frank 420, dankjewel voor je follow op Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En jij, welkom bij AD Games. Dankjewel. Nu weet ik waarom het zo lang duurt. We staan letterlijk voor een treinspoor. Nu ken ik dat in Eurotruck heel goed. Het sluit. Nou, opeens waren we er voorbij. Dat ging maar erg snel. Ga via YouTube kijken. Of via Twitch kijken. Ah, oké. Nou, dat is goed hoor, Frank. Moet je helemaal zelf weten wat je fijn vindt. AD Games, heb je me lekker mod aangevraagd? Jemer, wanneer ga je naar kijken dan? Zo snel mogelijk. Wij als HD-team zijn best snel erin, naar mijn idee. Het is alleen niet dat we gelijk binnen een minuut reageren. Hey, dankjewel. Maar je krijgt even zo snel mogelijk een reactie van ons. Geen zorgen. Je krijgt in ieder geval een reactie, geen zorgen. Ik wil super graag meedoen, maar ik kan mijn ETS 2
disk niet meer vinden. En had mijn PC gereset, dus het stond er niet meer op. Oeh, dat is wel naar, jongen. Dat is wel naar. Nou ja, één voordeel. Je kan Eurotruck vrij goedkoop kopen. Voor nog geen 5 euro heb je de game al. Dus ja, mocht je het nou graag willen spelen, koop een Steam key, zou ik zeggen. 5 euro. En als Eurotruck een aanbieding is, kost het gewoon 5 euro in plaats van 20 euro. Dus dat is wel iets moois, toch? Lekker aanbieding erbovenop. Goedenavond, waar is de sneeuw? Daar zijn we naar onderweg, Mr. Thijs. We zijn onderweg naar de sneeuw. En die schilder wordt vrachtwagenchauffeur. Lekker bezig. Nice. Even kijken, we moeten hier naar rechts zo te zien. Nou jongens, ik ben benieuwd. Lekker de berg in, joh. Ik denk dat we straks wel een moeilijke bocht te krijgen, want we hebben deze route al eerder gereden en op de route zelf zitten namelijk al heel veel kronkelwegen, dus het gaat super leuk worden. En vooral bovenaan het topje van de berg, ja, daar is het echt pittig glad, want de vorige keer, wat ik al zei, dat liep niet heel goed. We lagen toen een beetje snel beneden, zeg maar. Laat ik het daarop houden. Dus, ja, top. We gaan het meemaken, jongens. We gaan het meemaken. Ik ga eerst logistiek doen, niveau 4 en dan knallen op BBL-opleiding. Lekker bezig, Frank. Nice. Denk ik dat ik moet gaan. Succes nog verder met de stream. Dankjewel, man. Gijs, ik zou zeggen een fijne avond nog verder. Thanks voor het kijken. Bosnian, goedenavond. Leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Moet je de Grandutopia map gewoon in bestand mijn mappen zetten of in welk bestand? Als je Grandutopia downloadt, moet je het vaak uitpakken. Want dan het kan zijn dat je meerdere versies tegelijk downloadt. Dan pak je de juiste versie van de map eruit die voor dat spelversie geselecteerd is. En die moet je in je map zetten. Mocht je er nou niet aan uit kunnen komen, maak een ticket aan in de Discord server. En het AD-team zal je verder helpen. Dus probeer het eerst zelf, zou ik zeggen. Lukt het niet, maak dan een ticket aan. Hadden sprong is vorige keer niet naar beneden met je truck? Soort van, ja. Soort van. Klopt. Oh, lekker bezig genad. Ja, hoeveel balken hebben jullie, jongens? Voor de mensen op Twitch. Hoeveel HD-balken heb je? Heb je er al veel? Of heb je er nog maar net een nieuw aantal? Dat kan ook, hè? En wat ga je verkopen? Uiteraard, je kan ze inleveren voor iets leuks, jongens. Het kan gewoon. Het is gewoon mogelijk. Dan maak je een ticket aan. In de Discord server kun je dat doen. Je moet geverifieerd zijn in de Discord server. En dan heb je een kopje ticket aanmaken. Als je daar naartoe gaat, dat staat vrijwel bovenaan de Discord server. Dan kan je gewoon een ticket aanmaken. Er staat een heel uitleg hoe het werkt. Dus lees het echt, dan weet je echt wel hoe het werkt. We hebben echt een hele uitleg gemaakt daarvoor. Het is vrij simpel. Je drukt op één knop en je hebt een ticket. Het is heel makkelijk gemaakt. Even kijken, ik zie Kamikaze Piloot voorbij komen met 3100 balken. Lekker bezig. En we gamen met 43.8k balken. Lekker bezig. Hey Trains, leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Kanan heeft 15.4k balken. Zo, en oef. Even sparen tot 150k en dan een subgiftje. Hey, lekker bezig nog even. Nice. Yo, later Frank. Fijne avond nog verder. Nice. Even kijken. Ik zie hier Centuri. Nog niet erg veel. 7000 of 7100. Lekker bezig. Dat is al best wel wat, toch? Dat is al best wel wat. Lekker bezig. Reeds met 7.5k HD-balken. Lekker bezig. Nee. Ja, ik zou zeggen, maak een ticket aan, Emile. Het is een beetje lastig om op deze manier je vragen te beantwoorden. Als we een ticket hebben, dan kunnen we je veel makkelijker helpen. En dan ben je zo snel geholpen. Dan dat wilt het heen en weer hoeven te praten.
Gaming nog meer, goedenavond. Johan, hey, ik ben er weer, hoe gaat het? Redelijk, hoe gaat het met jou? Leuk dat je erbij bent, en welkom bij deze livestream. Pardon, 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 pardon. Lekker bezig, kamikaze piloot. Nice. Er is brand, help! Nee. En of. En hey, mag ik je wat vragen? Welke map is dit? Uiteraard mag je dat vragen. Dit is Grand Utopia, jongens. Het is Grand Utopia. Het is heel gratis te downloaden. Je hebt wel alle map DLC's nodig. Maar als je alle map DLC's hebt in Eurotruck, dan kan je deze map heel gratis spelen. Je kan hem downloaden op mygoodness.com. Check de website en download de map, jongens. Allee, hoe ben jij? Wat bedoel je verder? Oh, dat is goed hoor, Emile. Als je niet een uitkomt, maak een ticket aan. Wij van het HD-team helpen altijd heel erg graag. Dus mocht het nou echt niet lukken, maak alsjeblieft een ticket aan. We helpen liever mensen. Ja, dan dat we dat eigenlijk niet doen. Het is eigenlijk vrij simpel. Wanneer weer Bus Simulator 18? Geen idee. Het staat voor nu in ieder geval niet op de planning. We hebben ook nog Truck & Logistic die we ook nog moeten livestreamen. Dus ik denk dat dat eerder gaat komen dan Bus Simulator 18. Welk toetsenbord heb je? Ik heb een Racer Black Widow versie 2. En dan had ik de... Oeh, dat is een lastige. Dat is een lastige. Volgens mij... Want ik moest hem speciaal bestellen bij Racer zelf. Omdat hij nergens online verkrijgbaar is. En nog steeds niet trouwens. Was het... Ik weet het niet. Was het de gele switches die ik had? Het zou wel eens kunnen. Het zou wel eens kunnen hoor. Ik weet het niet precies meer, jongens. Ik heb in ieder geval mijn toetsenbord bij Razer zelf moeten bestellen. Omdat ze die switches die ik wilde hebben, alleen bij Razer hadden. En niet bij een of andere webwinkel. Dus de enige optie die ik had, was Razer. Dus ik heb het zelf bij Razer besteld. Ik dacht de gele switches, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het kan ook zijn dat ik andere switches had. Ik heb gekozen voor de snelste en de zachthorende, dus dat het niet heel luid is. Dat heeft dan te maken met het livestreamen, dat jullie er geen last van hebben. Allee, ja, toetsenbord wordt toch groen als je klaar bent met tanken? Ja, dat kan. Ja, klopt. Ja, dat kan ik instellen met mijn toetsenbord. Mijn toetsenbord werkt volledig met Eurotruck. Daarom heb ik het ook gekozen en niet alleen dat, het werkt samen met mijn verlichting. Ja, ik ben zo'n knaap, die wil dat dan weer hebben, hè. Oeh. Ja, stuur als je op de trailer. Dubbelcheck. Dat erop. Ja, heel tof dit. Heel tof Grand Utopia, jongens. Eens even kijken. Ik zag een vraag voorbij komen. Moet je als je Grand Utopia gedownload hebt het als mod selecteren of een nieuw profiel maken en dan de map selecteren? Ja, dat moet je doen. Een nieuw profiel aanmaken en de map selecteren. Waarom? Het is een standalone map. Je kan hem niet toevoegen aan de standaard map. Kijk, ik kan het je laten zien. Het is gewoon een eigen gemaakte map. Dit is de map, jongens. Dus ja, dat dus. Ondertussen scroll ik en dan gaat alles weer meescrollen. Top. Nee, maar dat is Grand Utopia, jongens. Je moet er echt een nieuw profiel voor maken. En als er dan weer een nieuwe versie van de map uitkomt, dan hoef je geen nieuw profiel aan te maken. Je vervangt gewoon de mod Grand Utopia met het nieuwe bestand. En je kan gewoon doorrijden. Met gewoon extra plaatsen. De mooie natuurkleur. En of... Nee, tof is inderdaad, Racer en Eurotruck hebben ook wel een samenwerking tussen de twee inderdaad. Dus dat is heel vet. Ja, heel gaaf. Ga je op kerst een 12 uur stream doen? Op kerst zelf niet. Nee, ik weet niet of ik op met kerst ga livestreamen. Naar verwachting zal dat niet zo zijn nu, jongens. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Er ligt eind dit jaar nog een 12 uur stream, maar dat zien we tegen de tijd wel. Wat wil een standalone truck zeggen? Een standalone truck is een truck dat bestaat uit één mod. Dus hè, je hebt deze truck, dus je ziet het interieur, de buitenkant, trailer, alles erop en eraan. Het is één mod. En als je dan bijvoorbeeld een standaard truck hebt met 10 mods, dan is het geen standalone truck. Waarom? Omdat er allemaal verschillende mods aan zitten.
Een standalone wordt gemaakt in Blender. Dus gewoon één truc, één mod, dat is het. Maar hey, dit is ook een liedje van Epidemic Sound, Paul. En daar heb ik licenties, dus ik mag het gebruiken. Maar inderdaad, hij gebruikt het ook, inderdaad. Hey, ik heb even een vraag. Hoeveel plaatsen op één jaar vroegkent op jezelf toe? Hoe snel ze updaten bedoel je? Is dat wat je bedoelt? Redditopia update altijd vrij snel, hoor. Vaak is er als er een nieuwe Eurotruck versie komt, dan gaat Redditopia ook gelijk naar de nieuwe versie. Ze update echt flink snel in Redditopia. Het is echt bizar. Ik denk nog wel sneller dan Promods eigenlijk. Ja, weet ik niet. Durf ik niet helemaal te zeggen, maar wel vrij snel. Wel vrij snel. Gewoon de keuze is kort waar ik woon. Lekker bezig, Jonas. Nice. Bezig. Even kijken. Maar je hebt hem al twee keer afgepakt. Wat bedoel je nou weer? Als je 12 uur live gaat, ga je dan online? Ja, als we 12 uur zullen streamen. Ja, dan gaan we zeker multiplayer rijden, dat sowieso. Waar is de sneeuw? We zijn er bijna, jongens. Moment. De map is groot. Heel groot. Nog iets van 20 minuten rijden. We moeten eerst de bergen in de chat. En de bergen zijn best wel groot, zoals je kunt zien. We gaan steeds een stapje hoger. Op een gegeven moment raken we gewoon de horizon aan. Nou, dat is ook misschien weer overdreven, maar... Nee, we gaan de bergen in. Ah, hier heb je dan weer geen sound. Ja, maar kom op. Kom op. Ja, dat hoop jij sneller van Promods, maar Promods doet meer updaten. Oké. Maar ja, je moet ook beseffen dat het verschil is tussen Grenzetopia en Promods, hè, met het aantal team mensen. Dat verschil moet je ook even checken. Ik weet niet uit hoeveel mensen Grenzetopia team bestaat. Maar ik denk één. Denk ik. Weet ik niet zeker. Kan meer zijn. Kan uiteraard. Als het zo zou zijn, dan zou het erg nice zijn natuurlijk. Maar ik dacht dat dat uit één persoon bestond. Juist. Juist. Rach hem door die muur heen. Goed zo. Lekker man. Kom op, witte auto. Wacht. Wacht. Nee. En maar kom op. Ik wil mijn bocht halen. Ah, sorry. Sorry. Oh. Oh. Shit. Dit zagen jullie niet. Shit. Er is niks gebeurd. Kijk. Hij is... Oh. Hij is nog heel. Maar dan, maar dan. Oh. Michael, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij HD Games. Hier, we hebben nog niet eens sneeuw, jongens. En we glijden nu al weg. Kan je nagaan. Het gaat nu al fout. Top. Bijna van de berg af, inderdaad. Nog niet eens in de sneeuw, hè. Nog niet eens. Ja, top. Ja, we moeten echt nog een afstand, jongens. Dat is ongelooflijk. Maar de bergen zijn echt heel leuk in Grenzetopia. Dat is botsing 1, inderdaad. Oh ja, ik wilde te veel gas geven. Hij ziet wat er komt. Gretig tegen bomen. Dat gebeurt er gewoon. Heel je truck in elkaar. Dat is gewoon wat er gebeurt met je truck. Als je te gretig bent. Heeft deze tunnel wel een lekker soundje? Nope, heeft hij niet. Jammer. Maar het is sneeuw. Die vraag heb ik net voor je beantwoord, Paul. En of de verzekering, Jens. En of. Klopt. Pardon.
Ging iets fout en de moderators komen met de pingwings op je dan? Oh nee. Pingwing aanval. Heun. Nee joh. Ik heb mijn lief HD-team jongens. Check het uitzicht dan. Helemaal naar rechtsbovenin waar het achternaast mijn cam. Dus even kijken. Ik moet even zoeken. Daar. Daar. Zie je dat daar? Top. Daar gaan we dus heen. En als we daar langs zijn geweest, dan zijn we bijna aan het sneeuw, jongens. Even kijken, JRX T. San, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor, wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij AD Games, dankjewel. Thanks. Thanks man. Ik zie hier iemand, genaamd Kamikaze Piloot 2005. Heeft reclametijd verzilverd met 3000 HD balken. Gaat voor je fixen, jongen. Als jij dat zo graag wil. Alhoewel, jij hebt sub, dus voor jou is het niks. Top, ik doe het even. Momentje. Hoppatee. Ja. Gaan we weer. Ja, er is een aantal voor jongens op Twitch. Ik weet het niet meer hoeveel dat was. Mocht je nou echt specifiek willen weten hoeveel muntjes / HD-balken je kunt krijgen op Twitch. Moet je even bij Twitch Help kijken. Twitch Help kan je dat precies vertellen hoe en wat. Want het is ook nog een verschil. Als je alleen kijkt, dan verdien je minder dan dat je actief kijkt. En dat actief kijken bedoelen ze dan met het accepteren van de cadeautjes die je krijgt onder de chat. Als je dit niet aanklikt, dan mis je dat aantal als het ware. Je loopt het mis. Dus daar is wel een verschil tussen. Check even Twitch Help zou ik zeggen, mocht je dat echt willen weten. Nee, ik ben bezig met portfolio voor een website onderneming. Ik heb dus een aantal websites nodig die ik kan laten zien dat ik ze gemaakt heb. Zou je een website nodig hebben? Nee. Nee, ja, ik zou niet weten waarvoor eigenlijk. Nee, dank je. Nee, ik heb geen website nodig. En als ik ooit een website nodig heb, dan probeer ik het eerst wel zelf even te bouwen, joh. Nee, ik heb geen website nodig. Maar het is voor je aanbod. Waar rij je nu? Ik kan het wel even laten zien. Nog maar het begin. Hier in Grand Utopia. Even kijken, God for once. Dankjewel voor je follow op Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij AD Games. Thanks. Oeh, die wordt lastig. Want we hebben daar een vangrail staan. En ik wil niet mijn trailer erin rachen. Stop, brandweerwagen. Stop, dank je. Dat was bijna. Hij kwam zo hard de bocht omvliegen, joh. En ik wilde mijn trailer niet in die vangrail bonjouren. Dat is wat ik niet wilde. Nee. Rijden nu promos? Nee, we rijden... Hoe heet dat? Jemig. We rijden Grand Utopia, dat wilde ik zeggen. Ik was even in de war. Even kijken. Geeft iemand zijn time-out verzilverd van 5000 HD balken? Hey. Ja, dat moet de moderator doen, Nijrolof. Jij hebt het gedaan, dus jij moet hem even een time-out geven. Oh, hij levert even 5000 AD-balken in. Besef even hoeveel dat is. Lekker bezig. Welkom bij HD Games. Oh, alle historie weg. Oh, sorry. Wolof, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij AD Games. Thanks.
Nou jongens, we gaan nog een aantal slingerbochten maken. En als ik me goed kan herinneren, gaan we zo direct een tunnel in. En komen we uit in het sneeuwgebied. Dus dat gaat top worden. En het sneeuwgebied is gigantisch groot, jongens. Het is gigantisch. En als we echt eenmaal verder de berg in willen gaan, we gaan steeds hoger op. Het wordt alleen maar gladder en steiler. En dat is het ding. Als je dus dan moeten dit soort krappe bochten straks nemen. En als je daar dan misgrijpt, dan ben je gewoon je truck of trailer kwijt. Ja. Oeh. Waarom ga je remmen? Wat vindt u in het echt een mooie auto? Een Tesla. Nee, weet ik niet. Ik ben niet zo verdiept in de auto's als het ware. Al vind ik Tesla qua uiterlijk wel heel mooi. Ik weet niet, ik vind het wel strak of zo. Op een of andere manier. Het is gewoon elektrisch, weet je. Dan laat ik even optrekken. Je bent weg. Je bent gelijk weg. Ben je een mens of een computer? Computer. Oh, je had het tegen een moderator? Ja, het zijn allemaal mensen. Het zijn allemaal mensen. Behalve Nightbot, dat is een computer uiteraard. Nee, het zijn menselijke moderators. Ja. Dat is mooi van het HD-team, hè? Zet die moderator op je dak. Welkom bij HD Games. Ja, ik wil niet de trailers rammen. Kijk het uitzicht, jongens. Kijk het uitzicht. Ongelooflijk. Dit is nou gewoon Grand Utopia. Dit is gewoon echt een van de mooiere mappen, joh. Het is echt heel vet. Heel vet. Default FN, dankjewel voor het abonneren op YouTube kanaal. Super tof. Dankjewel daarvoor voor het zeker voor dit en jij. Welkom bij AD Games. Thanks. Wat sneeuw? Pingwings zoeken in de sneeuw? Oeh. Houden jullie van pingwings, jongens? Wie wil er allemaal een pingwing thuis? Ik neem het wel mee. Laten we dat niet doen, joh. Laten we die dieren lekker in de sneeuw ballen. Gewoon lekker daar laten. Hey Bloks, goedenavond jongen, leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Welkom. Oh, jullie willen gelijk allemaal pingwings, jullie, hè? Ja, jullie willen gelijk pingwings hebben, joh. Of willen jullie een baby pingwing of een normale pingwing? Gewoon een volwassen pingwing. Jullie willen zeker allemaal baby pingwings, of niet? Komt er ooit merch AD? Wie weet, wie weet. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar dan kun je dan wel bij de pingwings afzetten, anders gaan ze dood. Oh, kijk, dat is wel lief, trains. Ja, kijk, dat is wel lief. Je denkt aan de pingwings en aan de omgeving. Kijk. Ja, dan moet je even achter in mijn trailer springen. Ik heb een plekje daar zo. Ja. Mag daar wel zitten. Pam, pardon. Even kijken, goedenavond AD. Ik ben aan het herstellen van de operatie. Oké. Sterkte, dat sowieso al. En kijken naar de video's en streams scroll ik me een beetje op. Kijk, dat is tof om te horen, jongen. Ik zou zeggen wetenschap verder, dat sowieso. Wetenschap verder, jongen. Altijd nare operaties, hier. Ben geen dierenbil? Kijk, daar ook van, traint. Kijk, dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen. Maar welkom Marco. Leuk dat je erbij bent, jongen. Kijk op. Zeker weten wil ik baby pingwings. Oké. Okay. Ik weet niet of we pingwings gaan zien. Ik hoop het wel. Het zou wel leuk zijn, toch? Ja. Even kijken. Ik denk dat deze mod gekocht is. Ja, de truck is een betaalde mod, jongens. En de map is een gratis Grand Utopia mod map. Kan iedereen downloaden. Je moet wel alle map DLC's hebben. Heb je de map DLC's, dan kan je hem opspelen. Heel makkelijk. Heel simpel. Doo 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 doo.
Even kijken, wil je van mij een pingwing meenemen om... Dat kan ik verkopen voor veel geld. Oh. Ja, maar dan doe ik het niet. Nee. Nee, dan doe ik het niet. Je moet hem wel even kunnen verzorgen thuis, toch? Gewoon even heel je badkamer ombouwen. Tot min, weet ik veel. 10, 15. Even sneeuw erin gooien. En die pingwing daar neerzetten. Ja, doofkamp, dat kan niet, hè. Dat kan niet. Rama, ja. Deze tunnels hebben dat niet ver, op een of andere manier. Als we er eentje tegenkomen, ga ik het wel doen. Even kijken. Ik ben je naam kwijt. Verre, dat was het. Hierzo, we gaan het proberen, ja? Oh, pardon. Oké, okay, we gaan het even testen. Welkom. Nope, hebben ze niet. Pardon. Pardon. Hier is Stuur, dankjewel voor je follow op Twitch. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd en ook jij. Welkom bij AD Games. Dankjewel, thanks. Oké, jongens, we zijn er echt daadwerkelijk bijna. We gaan nu om deze berg heen, als het ware. Of in ieder geval aan de binnenkant van de berg. En daar gaan we de sneeuw in. We gaan de sneeuw in, jongens. Yep, het is zover. Laatst even vol gas nog. Al waar rijdt ze hier wel weer traag, maar goed. Wacht, we gaan even illegaal doen. Dit hebben jullie niet gezien, chat. Dit mocht gewoon. Niks aan de hand, zie je? We hebben hier altijd al gereden. Dan zitten we nog een half uur achter een truck, joh. Eindelijk, mijn Grand Utopia werkt. Kijk, dat is tof om te horen. Wat? Jongens, beter zeehonden. Wil je een zeehond hebben? Oké. En dan gewoon in je badkamer of zo. Gewoon even in je bad gooien. Gewoon even lekker. Ja, lekker lichtjes 's avonds, weet je, 's nachts in je bed. En opeens allemaal van die zeehondengeluiden. Heerlijk. Daar kan ik zo goed van slapen. Jullie ook? Het kan wel, als je ervan houdt. Ja. Is het goed voor het beest? Denk ik niet. Maar als je hem goed verzorgt, ja, dan kan het wel wat worden, toch? Dat zou ik het niet aanraden. Welkom bij HD Games. Albert, dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube-kanaal. Super tof, dankjewel daarvoor. Wordt zeker gewaardeerd. En ook jij, welkom bij AD Games. Thanks. Is het verplicht om een time-out te betalen? Of bepalen de moderator zetten als mensen het niet doen? Wat bedoel je het er eens? Time-out te betalen? Huh? Wat? Betalen zou wel heel gek zijn. Ja, bijna in de sneeuw. Uiteraard zijn we bijna in de sneeuw. Ja hoor, jongens. Hey Matthijs, leuk dat je erbij bent. Welkom. Wat bedoel je? Wat bedoel jij, Seppe? Oh. Wat? Ik ging nergens tegenaan. Ja, maar kom op. Ik deed niks. Je ziet het zelf, chat. We reden nergens tegenaan. Betalen met HD-balken? Ja, je kan een optie indienen dat je iemand een time-out geeft met je HD-balkjes. Ja, dat kan je doen. Dan heeft diegene een hele korte time-out. Yep. En eens even kijken, we hebben hier een tol, jongens. Loopt politie. Natuurlijk pakken we deze tol. Kunnen we de helft van de auto's even snel inhalen? Lamborghini staat hier aan de kant met politie. Lekker bezig. Gewoon lekker bezig. Je kan hier wel even vol gas blazen, hé. Yep. Nou, we gaan over de brug, jongens. En als ik het me goed kan herinneren, na die tunnel zijn we daadwerkelijk in de sneeuw. Dacht ik, hoor. Ik dacht het wel. Het was in ieder geval dat we uit de tunnel kwamen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat kan ik me nog wel herinneren, inderdaad. Even bijremmen. Hey, kamikaze piloot. Welkom back.
Zal deze tunnel wel die audio hebben? Denk ik het nog steeds niet. We gaan even kijken. Nope. Helaas niks. Kom op, auto. Mag je maar 50, ik weet het. Maar we willen naar de sneeuw. laat het driften in de sneeuw maar beginnen. Hey. Ja, ik ben benieuwd. Gaan we veel glijden? Ja of nee? Dat is de vraag. Welkom bij Headache Games. Even kijken, Otje Gaming 1, dankjewel voor de volle Twitch, super top, dankjewel daarvoor, wordt zeker gewaardeerd en ook jij. Welkom bij HD Games, dankjewel man, thanks. Heeft deze tunnel het wel? Ook niet, jammer. Heel jammer dit. Even kijken, ik ben blij dat Florian dat niet bij mij doet. Wat doet hij niet bij jou, Paul? Heel rekensim voor je, Seppe. Maakt hij er wat moeilijk voor je? Oké. Okay. Kom op, we mogen 70. Lekker vol gas blazen. Pam, 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 pam. Eigenlijk had hij in deze tunnel ook even een bedrijfje moeten neerzetten, hé. Gewoon even lekker ondergrond zo. Heerlijk, dat zou echt tof zijn. Ik weet niet of het nou deze tunnel was of de andere. Ik ben echt aan het twijfelen, hé. Volgens mij deze tunnel of een andere. Ik weet het echt niet meer. Ik kan het me weinig meer herinneren. Ik weet nog dat we een tunnel uitkwamen. En opeens hadden we een gigantisch groot sneeuwgebied. Maar ik weet niet of het deze tunnel was. Ik weet het niet meer. Het lijkt me wel. Het lijkt me wel. We zullen het gauw genoeg zien, chat. We zullen het gauw genoeg zien. Ik ben heel erg benieuwd. Wat denken jullie? Krijgen we na deze tunnel sneeuw, ja of nee? Laat het even weten in de reacties. Ik ben erg benieuwd. Als ik moet gokken, ik denk het nog niet. Denk ik. Ik hoop het wel. Hey Johan, welkom. Leuk dat je erbij bent. Geen sneeuw, denk je? Oké, oké. Wat? Hebben we sneeuw? Nee? Nog niet? Nee! Ah, één tunnel verder dan misschien. Eén tunneltje verder, denk ik dan. Ja, dat kan niet anders. Dit moet de tunnel zijn, chat. Als dit er niet is, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer dan. Maar dit moet de aankomende tunnel zijn. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Kijk hoe ver we al in de bergen zitten dan. Dit is toch gewoon ongelooflijk. Dit moet het wel zijn. Hey Bart, leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. En Lars, ook jij een hele goede avond. Welkom. Welkom jongens. Jan, ook jij een hele goede avond. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Oké, dit moet zo direct echt de tunnel zijn. Dat zou ik echt niet meer weten hoor jongens. Kan niet anders. Dit kan niet anders. Oké, we zullen even een klein ommetje maken. Kan ik hier gewoon doorheen? Oh ja, dus kan. Ondertussen halen we die auto even in. Pop. Bedee. Rechts ingehaald, joh. Nou, hier mag je sowieso niet inhalen door de doorgetrokken lijn. Dus dat gaat hem niet worden. Pardon. Hey Milan, leuk dat je erbij bent en welkom bij deze livestream. Welkom.
Ja, dit moet de aankomende tunnel zijn. Het kan niet anders, jongens. Het kan niet anders. Anders zou ik het echt niet meer weten. Check dit. We zitten al zo ver in de bergen. We zijn er al bijna. De paradis. Daar is gewoon het gigantische sneeuwgebied. Check hoeveel we wegen nog moeten doen, joh. Oké, we krijgen weer een tunnel. Ik denk dat het na deze tunnel is, de sneeuw. En anders zou ik het niet meer weten. Dan zou ik het echt niet meer weten. Het zou heel sterk zijn, maar ja, het kan hoor. Het kan. Nou, hier ook weer niet. Houd toch op met me, joh. Je zit te spelen, Grandutopia. Zitten met me te spelen, jongens. Nou, we mogen niet veel harder rijden, dat is een voordeel. Bedankt. Bam. Pas op met het te veel vragen, Seppe. Je probeert nu een moderator uit te dagen. Zou ik niet doen, jongen. Zou ik niet doen. Hij zit snel op je dak. Kom op. Ik wil de auto even inhalen als het kan. Heel illegaal dit. Heel illegaal, buddy. Heel, daar komt de vrachtwagen aan. Oh. Ja, we moeten het sowieso bijna zijn. Het kan niet anders. Dat kan niet anders. We zijn bijna onderhand heel de berg afgereden, joh. Eigenlijk, Robin, als je erom gaat vragen, doe ik het vaak niet. Maar je hebt geluk. Je hebt geluk. Dat is een hele andere route. Nee. Het moet echt in de bergen zijn. Ik weet zeker dat het hier was. 100%. Als het een andere route is... I'm out. Ik weet het dan niet meer. Maar dat zou echt heel naar zijn, hé. Dat zou echt heel naar zijn. Nee, het moet wel deze berg zijn, jongens. Ik weet het 100% zeker. 100% zeker. Kan echt niet anders. Dit is 100% de berg waar we sneeuw kunnen vinden. En dat hele stuk waar we kunnen gaan glijden. Ik ga even koffie pakken met chocolademelk, met slagroom en thee. Hé, hey, lekker bezig. Nice. Nice. Ja, want we moeten zo dadelijk deze hele bocht nog maken. En dan komen we uiteindelijk daarboven nog. Het is echt gigantisch hier, jongens. Echt niet normaal. Welke camera heb je? Voor de setup heb ik een Logitech C920. En voor mijn andere camera. Dat is een Lumix camera. Dus dat is geen webcam, maar echt gewoon een camera wat? Zelf. Dat meen je niet. Donatie. Hey Alpha. Itself Alive heeft 10 bits gedoneerd. Cheer 10. Hey, ben een beetje laat, maar ik ben er tranen van geluk lekker in de kerstsfeer. Hey, lekker bezig. Dankjewel Itself Alive voor je 10 bits donatie. En hij zegt hey, ik ben er een beetje laat, maar ik ben er lekker in de kerstsfeer. En of. Dankjewel Itself Alive. Thanks voor je 10 bits donatie, man. Wordt zeker gewaardeerd. Dankjewel, man. Thanks. Dankjewel. Even snel mijn OBS ding op fixen. Sorry. Nee, dankjewel, Itself Alive. Thanks voor 10 bits, man. Dankjewel. Ja, we zijn echt bijna, jongens. Kijk maar, we zijn er gewoon bijna. Niet zo heel ver meer. Het is alleen zo nadat dat de snelheden zo laag liggen hier op de berg, joh.
Hey, maar welkom back, Alpha. Leuk dat je erbij bent, jongen. Thanks voor je team, Bitsonati, dat sowieso. Even kijken. Voor wat is die aanhangwagen die voor je? Dat is een aanhangwagen waarmee ze dus een weg kunnen afzetten. Er is een bord bovenop, zo'n pijl, zoals je kunt zien. En die pijl die wordt dan recht overeind gezet en die zet ze dan langs de weg. Dat zie je vaak op de snelweg in Nederland. Als ze bijvoorbeeld aan de weg bezig zijn, dan zie je dit soort gigantische, dan zie je van die gigantische pijlen die heen en weer knipperen, weet je wel. Aan, uit, aan, uit. Dat soort borden zijn dat. Die duiden echt meteen naar van, hey, let op, we zijn aan de weg bezig. Schuif een baan op ofzo. Dat soort borden zijn dat. Oh ja, nu weet ik het weer, jongens. Ja, hier kregen we een tunnel en dan waren we er. Ja, wat? Hier was het. Dat meen je niet. Donatie! Ah, ja, dan. Itself Alive heeft 10 bits gedoneerd. Cheer team, geen dank. HD knipoogend gezicht. Succes met de stream. Support is aanwezig. Dankjewel, Alpha. Sinds lachend gezicht. Top. Dankjewel, Alpha. Dankjewel voor je team, Miss Nazi. Hij zegt: hey, dank aan deze. Succes met de stream. Support is aanwezig. Dankjewel, man. Thanks. Wordt zeker gewaardeerd. Dankjewel, man. HD, wat vind jij de leukste game? Euro Truck Simulator 2. Dat vind ik de leukste game. Ja, er zijn heel veel leuke games. Maar de games die ik echt het vaakste speel, ja, dat is gewoon Euro Truck. Dat is gewoon echt Euro Truck. Dus ik blijf er gewoon bij dat dit echt wel mijn leukste game is, denk ik. Want dit soort week vind ik ook wel mooi, hé. Gewoon even zo scheiden van elkaar op de berg. Heerlijk. Hoeveel uur heb je op ATS 2? Ik kan even kijken voor je. Ik heb in totaal 1713 uur in Euro Truck Simulator 2. Dat is behoorlijk wat. En ik kan me nog herinneren toen ik de game... Ik had het eerst gecrackt op mijn PC. Om even te spelen, even te kijken, is het wat voor mij? Nou, dat was sowieso een topgame. En toen heb ik het zelfs nog als CD-versie als allereerst gekocht. Bij een winkel. En ik kan me nog herinneren, dat was versie 1.14. En ik had voor de gein, had ik laatst met een aantal moderators gekeken. Wanneer versie 1.14 was in Euro Truck. En om te beseffen, we zitten nu op versie, wat was het? 1.38. Ja, 1.38. Dus dan weet je het wel hoe lang dat geleden is, 1.14. Dat is echt een tijd terug. En volgens mij was het, wat was het nou ook alweer? Was het volgens mij eind 2013, 2014 of zo? Iets in de trend? Ja, het is echt belachelijk. De game is 2012 uitgekomen, dus ik was er al best vroeg bij met Euro Truck. Het is gewoon echt een toffe game. En nog steeds, het wordt zo vaak geüpdate. Er zijn zoveel leuke toekomstplannen die nog moeten komen, jongens. Er komt zoveel. En dit jaar uiteraard ook weer een kerstevenement, jongens. Gaat leuk worden. Mocht je een datum willen weten, dan denk ik 17 december. Dat is mijn idee. Ik pin me er niet op vast als het niet zo is. Ja, dat kan. Ik ben ook geen SCS software. Maar ik denk 17 december. 1.39 toch al? Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. 1.39. Ik speel zelf op 1.38. Maar we hebben inderdaad 1.39 inderdaad al. Klopt. Ja, dat gaat snel met de Euro Truck, jongens. Begin het jaar zaten we nog op 1.35, 1.36. Kan je nagaan hoe snel dat gaat. Dat is echt belachelijk. Oké, dit was de tunnel. Ik weet het zeker. Dit moet de tunnel zijn, chat. We gaan naar de sneeuw. Ik weet het zeker. Dit is hem. Ja, 100%. Dit is de tunnel die we zochten. En of... Wat is je lievelingsvrachtwagen? Ik heb niet zozeer een lievelingsvrachtwagen. Maar ik vind een DAF en een Volvo en Scania wel leuk. Maar het is niet dat ik zeg van, ik vind dat beter. Nee, dat niet. Aan mij lijkt het wel vet dat je zelf kunt inladen en uitladen in ATS 2. Dat zou zeker leuk zijn.
Ik ga alleen meedelen, het gaat niet komen. In ieder geval niet voor de nabije toekomst en voor de verdere toekomst. Het zou wel erg vet zijn. Ja, als het ooit komt, eerlijk, ik zou het echt gelijk accepteren. Gooi het erin. Maar ja, we zullen het zien. Chat, zien jullie wat ik zie? Zien jullie wat ik zie? En dat dacht ik al. En dat is sneeuw. We hebben sneeuw. We hebben het. Eindelijk. Eindelijk, jongens. We hebben sneeuw. Oh, jazeker. Zet even een mooie... Oh, intro-effect stond er aan trouwens. Stom. Welke mods gebruik je nu? Ronnie Keuzes terug en Grand Utopia. Dat zijn de enige mods die ik gebruik. Pom, pardon. Pingwings! Waar zijn de pingwings? Ik zie nog geen pingwings. Ik zei het jullie toch, jongens. Het was de tunnel. Hij glijdt nu al weg. Hoe dan? Gooi die as omhoog. Pak die grip. Kijk nou, joh. Hoppa. Oké, okay, rustig aan, rustig aan. We glijden nu al, joh. We glijden nu al. Holy moly. Ik zei jullie dat we gingen glijden. Kom op. Jij kan het. We moeten wel, we hebben geen keus. Hij slipt echt veel weg, hé. Hij slipt veel weg. Hey Wesley, leuk dat je erbij bent en welkom bij deze stream. Ja, dit gaat een eeuwigheid duren. Oh, we glijden al. We glijden, chat. Je zag het terug gewoon serieus. Hij ging gewoon rechtdoor in plaats van met de bocht. Ik blijf gas geven. Ik ben bang dat we zo meteen het gas loslaat. Dat we gewoon... We staan vast. We staan vast. Gas 50 rijden. Was het maar zo'n feest. Kijk maar rijden dan. Kijk maar rijden. Pardon. Op, hij gaat 11, 12, oké, okay. 13, lukt ook nog wel, 14, nice. Kunnen we 15 aan tikken? Ja, lukt ook. Kom op, druk. Kom op. Doe het. Ik kan het. Dus pak even het drinken erbij, jongens. Ah, hij glijdt al. We rijden toch niet zo heel hard. Kan dit allemaal makkelijk, joh. Kan dit allemaal makkelijk. Zo, oh, oh. Op de weg, let's AD. Goed. Zijn er bijna. Flink mooi geluid. Dat sowieso. Dat sowieso. Maar we hangen wel. We hangen wel. Hij moet even zijn grip pakken of zo. Kan ik die jas niet even laten zakken? Het werkt. Ah, we rijden al harder. Ja, kijk, dat is de top. Alleen nu wordt het lastig, denk ik. Wielen? Ik zou er nog wielen hebben. Even kijken, HD-games, rip, brandstof. Je zit zo hoog in de toeren dat je brandstof er doorheen vliegt. Klopt. Ja. Klopt, inderdaad. Maar ja, we moeten het toch halen in de berg. Voor de as weer even omhoog trouwens. Het versterkt wel de snelheid. Ja, totdat hij weer moest gaan schakelen. Top. Ja, deze weg valt op zich nog wel mee. Nou, alhoewel. Kijk hoe stil het is. Gewoon belachelijk, joh.
HD Games, lukt het een beetje? Jawel, jawel. Hij heeft er alleen maar moeite mee af en toe. Een bagas los misschien. Oké, dat was niet slim gedaan. Nee, dat was niet slim, HD. Dat was niet slim. Oké, handrem. Gas erop. Juist. Trek hem weg. Trek hem. Hij heeft er moeite mee, jongens. Ik wil niet weten als HD straks naar beneden rijdt. Zo. Nof. Sorry, chat. Is er overal een ETS 2 sneeuw? Nee, dit is Grand Utopia. Nee, dit is alleen de bergen. Hoppa, ik heb de feest vandaag gezet, nog eenmaal. Ja, het helpt wel iets, denk ik. Niet heel veel, het helpt wel. Hey Seppe, welkom. Hey Jamie, welkom. Leuk dat je erbij bent. Helma, goedenavond. Je bent de beste, dankjewel. Thanks. Maar we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. En dan gaan we nog een stukje de berg in. Jawel, dat kan wel. Heb je geen sneeuwkettingen? Nee, helaas niet. Helaas niet. Was het maar zo'n feest. Een uur later nog een meter verder. Hoppatee. Ja, ik zei het ook. We zitten hoog in de bergen, jongens. Kijk, kom op. Heb je nu wel je grip? Kunnen we over de 20 heen? Hij heeft er wel moeite mee, hoor. Ik ga het langzaam optrekken. Misschien dat dat helpt. Ja, ook niet zo denderend. Het is gewoon lastig met deze truck. Ik mag 50, ga eens 50 rijden. Was het maar zo'n feest. Oh, lekker bezig gaan gedaan. Mooie wagen. En of het een mooie wagen is. Die alleen een beetje lastig naar boven komt. Zeg mod downloaden sneeuwkettingen. Ik weet niet of die bestaat überhaupt. Ik heb geen idee eigenlijk. Oh, we hebben asfalt hier. Let op, let op. Ik kan je vertellen, als we daar op rijden, het grip is meteen weer vol terug. Meteen. Let op. Hier, hoppatee. Hij trekt hem even weg, joh. En of. Ik zei het tegen jullie chat. Oké, we gaan nog hoger de berg in. We gaan nog hoger. Dus dat we geen aanloopje kunnen nemen zo direct. Al probeer ik het wel, hoor. Zo. Ik kan er redden van een aantal brandweer hier. Oké, gaan we dan. Met wat schade. Nou, welkom op de epische sneeuwroute, jongens. We willen die trailer gewoon niet beneden laten. We willen die trailer echt niet beneden laten ofzo. We gaan hem beneden laten. Anders zijn we over een half uur nog niet boven. We hebben dit toen in de vorige stream ook al echt zo lang over gedaan. Dat gaan we niet nog een keer doen. Hij staat hier aan de zijkant wel mooi, denk ik. Even mooi aan de zijkant parkeren. Oh. Ah, verkeerde knop. Kijk, ik denk dat dit beter is. Hij trift er gelijk onderuit, joh. Werkt dit ook niet? Jawel, kom op. Dit moet wel lukken, toch?
Oké, chat. We gaan een poging wagen. Maar hij heeft er nu al moeite mee. Oké, daar heeft hij helemaal geen grip meer met die assemblaar. Zet deze weer aan. Gans erop. Kijk, dat trekt wel iets beter, denk ik. Dit werkt niet, nee. Nee, ik dacht, dit werkt veel makkelijker zonder trailer. Nou, ik denk ook wel dat het wel makkelijker is, maar het verschil is niet heel groot. En misschien is deze truc ook niet heel goed met het schakelen en zo. Hij staat op automaten en hij racht hem vol in die toeren, joh. Kijk, die andere truc kwam nog een beetje boven. Nee, deze hier glijdt gewoon, joh. Het is gewoon letterlijk glijden. Ja, top. Ja, dit is de hele route, jongens. Ik wil eigenlijk naar het topje komen. Maar zoals je ziet, het is echt een behoorlijke afstand. En om dit op dit tempo te doen, zie ik niet zo zitten eigenlijk. Als je zelf schakelt, ja, dan zou het wel beter werken, denk ik. Zou het wel beter werken. Welkom bij Grand Utopia Drift. Zo. Je moet gewoon nu al tegensturen, zie je dat? Ja, het is een pittige route, hoor. Het is een pittige route. Kijk, maar dit is een stukje waarbij we even vol gas kunnen. En de hoop iets meer snelheid kunnen pakken. Kom op. Doe het. Let's go. Gas. Oh. Ja, hij wil gewoon niet over de 15 heen, joh. Wat is dit nou weer? Kom op, ga nou eens over die 15 heen. Ik weet niet, we hadden toen een andere druk. Volgens mij was dat William de Zeeuw, dacht ik, uit mijn hoofd. Of iets in de richting, of Danny van de Heuvel. Een van die trucks hadden we toen. En dat ging wel best goed naar boven. Maar dit is gewoon... Het is gewoon jammer. Kijk, naar beneden lukt altijd, hè, jongens. Dat is gewoon een beetje remmen en sturen. Dat komt wel goed. En naar boven, dat is nog wel een ding. Hey Lars, leuk dat je erbij bent. Welkom. Hey Centuri, heerlijk de rit in de zo'n sneeuw. En willen jullie meer sneeuw zien in de streams, jongens, of niet? Maar dan kan ik wel even wat fixen dat we in de sneeuw gaan rijden. Dan is de trein gaat sneller naar boven. Klopt. Ja. Nou ja, je snapt in ieder geval het effect om naar boven te gaan. Dus dat we hier de bocht nemen. We gaan helemaal die kant op. Vervolgens komen we helemaal op deze weg uit. Gaan we daar weer helemaal omhoog. Het is een route, zoals je kunt zien. Het is echt een gigantische route. Ik denk dat we de truck even hier neer zullen zetten. En dan zo naar het einde zullen rijden. Anders zijn we echt te lang bezig, jongens. Dan kan je beter zelf schakelen. Dan kom je verder mee. Oh, we hebben natuurlijk wel de trailer nu weer. Top. Ja, die doen we er even afgooien. Kijk, en dan rijden we nu gewoon even zelf verder. Nou, we zijn in ieder geval bijna boven nu. Ik heb het stukje geskipt. Ik ga jullie beloven dat we nog een stream zullen pakken met een andere truck. En dat we dan naar beneden zullen rijden. Dat we gewoon bovenaan de berg beginnen. Ik denk dat dat een leuk idee is, jongens. Ik denk dat we dat nog wel een keertje kunnen doen. Nou, we zijn in ieder geval boven. We hebben het gehaald op 1465 meter. Kijk, met een beetje teleport ook wel. Maar we gaan hem wel hier neerzetten, jongens, de truck. We gaan hem wel hier neerzetten met dit uitzicht. Hij heeft gewoon te weinig grip, deze truck, joh. Dat is zo zonde. Hij heeft gewoon zo weinig grip. Ja, ik vind het in ieder geval wel een mooi einde. Dat sowieso wel. Dus ik denk dat we gewoon een einde aan de vraag gaan maken, jongens. We hebben echt behoorlijk veel afgereden in deze stream. Daarentegen ga ik eens even een lekker muziekje erbij pakken. Uiteraard wel weer kerst, hè. Dat we toch nog een beetje in de kerstsfeertjes zitten. Voordat we deze stream willen beëindigen, wil ik nog een aantal mensen bedanken.
We hebben in deze stream natuurlijk heel veel nieuwe mensen bijgekregen. Super tof. Dankjewel daarvoor voor het zeker voor dit. Voor de mensen die zijn geabonneerd, gevolgd. Of lid zijn geworden op mijn YouTube. Ja, en geabonneerd zijn op Twitch. Dankjewel, wordt zeker gewaardeerd. Om daar een aantal van op te noemen heb ik hier. Laat me even terugscrollen. Het duurt even. Even kijken. In het begin van de stream kwam Skynet toch voor 8 met de 30 bits voorbij. Ja, super tof. Dankjewel voor jouw 30 bits donatie, man. Wordt zeker gewaardeerd. Later kwam Mio Matti met een resub. Thanks. En dat was ook nog met Twitch Prime. Dankjewel, Mio Matti. Dankjewel. Wordt zeker gewaardeerd. Ja. En deze man kwam alweer terug. Zoals gewoonlijk. Alweer. En dit keer met 5 subgifts, jongens. Heb je 5 mensen blij mogen maken met een subje op Twitch. Dat is erg gul van je, Mio Matti. Erg gul van je, jongen. Dankjewel. Wordt zeker gewaardeerd. Thanks voor jouw support deze stream. Sowieso. Thanks voor je subgifts, jongen. Nou, later hadden we dan ook nog in de stream It's Alpha live met in totaal 20 bits donatie. Dankjewel, man. Thanks voor jouw 20 bits donatie. En ja, jongens. Dit was dan eigenlijk de eerste stream. De eerste kerststream van 2020. Ik vond het wel leuk. We hebben lekker wat ritjes kunnen rijden. Ja, het ding is wel met de truck. Hij heeft het te zwaar mee. Maar ik vind het wel een mooie truck. Dat sowieso wel. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze livestream. Uiteraard. Ondertussen sluit ik mijn game even lekker af. En dan ga ik jullie nog beloven dat we een keer een andere truck zullen pakken. En dan naar beneden zullen rijden. En kijken hoe het dan gaat worden met de glijpartijen. Ik denk dat dat wel leuk is. Dus ja, jongens. Ik zou zeggen, ik wens jullie nog een hele fijne avond. Dankjewel voor het kijken naar deze livestream. Vond je dit nou een leuke livestream? Bedankt dan zeker met een duimpje omhoog op YouTube. En dan wens ik jullie bij deze een fijne avond, jongens. Graag tot de volgende keer. En waarschijnlijk tot morgen bij weer een nieuwe livestream. Later, jongens. Geniet nog van je avond. Later.